Als je dan een goede structuur hebt staan en je weet tussendoor of het ook echt dat cijfer gaat worden, kun je dus al die keuzes gedurende het jaar gaan maken. En je gaat ook, ook kansen voorbij zien komen die je, denk ik, kan gaan plaatsen binnen het belastingperspectief. Dit, is, uh, dit heb ik eigenlijk van een klant van mij geleerd. Hmm. Die zag ik dat doen toen ik uh, zelf nog best wel re reactief ook als boekhouder was. Die, uh, die wilde aan het begin van het jaar weten, die maakte zelf een budget. Die wilde aan het begin van het jaar weten: oké, okay, hoeveel gaat er uitkomen dit jaar als ik dit doe. En die komt gedurende het jaar komt hij met nieuwe vragen. Zei: als ik nou dit investeer, hoeveel gaat het dan vanaf? En die lukt het altijd om zijn rekening nou, soms wat te halveren. Om allemaal drama keuzes die hij maakte. Dus dan een keer een nieuwe bedrijfsbus. Want dan kon hij daar investeringsaftrek over krijgen en dan wist hij oké, okay, daar gaat het er weer zo weer vanaf en die, die maakte daar een spel van. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Wij zijn ondernemend podcast. In de afgelopen jaren zijn we tijdens het interviewen van meer dan 50 succesvolle ondernemers achtergekomen wat de basisprincipes van succes zijn. Deze basisprincipes hebben wij verpakt in de Academy, waar we jou meer leren over mindset, vermogen opbouwen, ondernemen en gezondheid. Je hoeft geen ondernemer te zijn om deel te nemen aan de Academy. De Ondernemend Academy Leer je namelijk alles wat je moet weten om te groeien als persoon naar de beste versie van jezelf. Door te werken met experts uit ons netwerk bieden we jou de beste kennis van Nederland. Ter ondersteuning daaraan bieden we een hechte community waar je kan verbinden met gelijkgestemden. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Join dan nu de Ondernemend Academy en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend de Podcast. Ik ben David, ik zit hier samen met Jeert en vandaag uh, gaan we het hebben over ja, hoe je je business uh, financieel beter kan uh, stroomlijnen. Nou, wat je kan doen om uh, meer uh, constante cashflow in je bedrijf te houden, uh, minder aan uh, belastingen uit te geven. Nou, dat zijn alle dingen die we vandaag uh, gaan bespreken, omdat dat een uh, onderwerp is uh, ja, die vaak uh, onderbelicht wordt. We hebben vaak wel een uh, boekhouder of een accountant die uh, eventjes de aangifte doet, maar dat is vaak bijsturen achteraf en dan uh, valt er al uh, weinig uh, bij te sturen. Dus dat is waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, voordat we beginnen wil ik jullie nog wel even wijzen op de Ondernemend Academy. Nou willen jullie meer weten over de onderwerpen die wij bespreken in de podcast, over persoonlijke groei, over financiële groei, dus werken aan je vermogen en uh, ook werken aan je bedrijf. Dus alle pijlers die jij nodig hebt voor een uh, mooi leven, inclusief gezondheid. Check dan even de link in onze bio, de Ondernemend Academy. Je kan uh, nu tijdelijk starten, krijg je een, uh, een journal van ons cadeau. Kun je een kwartaal lang kun je gaan journalen en jouw voortgang bijhouden. Nou, dat gezegd hebben wil ik graag starten nu. We gaan starten met onze gast, Maarten Visser. Welkom in de podcast. Dankjewel. En leuk je hier te hebben. Je gelijk. Ja, super tof. Dit is een heel mooi onderwerp, denk ik. En ik denk dat we superveel waarde in deze podcast kunnen gaan stoppen. Um, nou, Waar we het al over hadden van tevoren. Ja, eigenlijk wat jij doet... ...is eigenlijk een, een, een onderwerp wat uh, vaak onderbelicht wordt... ...en waar veel ondernemers ook nog een steekje laten vallen... ...en dus uh, financieel ook veel, uh, ja, veel winst zouden kunnen behalen. Zeker, daar wordt ook eigenlijk um, helemaal niks over geleerd. Natuurlijk op school niet. En dan één keer moet je als ondernemer uh, je financiën gaan doen. En dan is de eerste, um, eerste respons lastig en uitbesteden. Ja, en dan aan wie besteed je het uit? Het zijn, niet, uh, zijn vaak ook niet onder ondernemers. Dus daar zie je al dat er al... Um, dus heb ik gezien dat er heel veel ruis op de lijn al ontstaat. Ja, ja. want wat is uh, precies waar je mensen mee, uh, mee helpt? We hebben het al gehad over uh, ja, cashflow, uh, meer winst, uh, minder belasting betalen. Wat zijn uh, precies de, ja, de aspecten waar jij een ondernemer mee gaat, gaat helpen en waar, uh, waar kijk je naar? Nou, overkoepelend, en dat was eerst uh, niet heel mm -hmm. bewust ingestoken, is het um, uh, financieel rust creëren. Toch stiekem ze hebben heel veel ondernemers financieel onrust... En wat ik helemaal begrijp, zeker als je een aantal man personeel hebt, kan je iedereen blijven betalen. Gaat het allemaal goed? Um, maar eigenlijk de drie dingen die je net noemde: dus minder belasting betalen of uh, minimaal belasting betalen, uh, cashflow optimaliseren, uh, winsten verbeteren en echte welvaart leren opbouwen. Dat wordt ook nog wel eens overgeslagen. Ja, mm -hmm. dus uh, inderdaad, je, hebt een, uh, je gaat een bedrijf opbouwen. Uh, je gaat uh, langzamerhand ga je wat meer omzet maken, je gaat winst maken. Nou, dan. Uh, Komt natuurlijk het punt dat je een keer een belastingaangifte moet doen en dan uh, gooi je dat bij de boekhouder over de schutting. En dan denk je van, uh, nou, zo, dat is ook weer geregeld. Maar misschien dat het ook uh, wat anders kan. Het kan heel anders. En uh, ik ben zelf boekhouder geweest, dus ik heb het zelf eerst eerstelijns gezien. Is dus mensen gooien het letterlijk over de schutting. Uh, ik heb letterlijk, letterlijk mensen gehad die, uh, die gewoon een, een laadje hadden in een kastje die ze één keer per kwartaal eruit trokken om om mij te geven. Ja. Dan hadden ze alles gewoon ingedonderd. Alle papieren, gewoon ongeopende enveloppen, alles. En dan mocht ik dan allemaal gaan uitzoeken. Uh, en dan kwam de belastingrekening uh, na, na een jaar... en dan schrokken ze zich kapot. Want dat was net nog dat bedrag wat ze op de rekening hadden staan. Mm. Dus weer, boom, weer terug bij nul. Die leven echt in de, in de gevolgen van het belastingssysteem. Ja. Ja. En, en dat kan echt anders. Mm. Want hoe kan dat anders? Want ik kan me voorstellen... Uh, tuurlijk, je kunt uh, bepaalde aftrekposten gebruiken, of je zou wat meer vooraf kunnen sturen. Maar ja, hoe, hoe werkt dat? Waar ga je naar kijken met een ondernemer? Uh, wil hij dus zijn uh, cashflow vergroten of wil hij dus zijn uh, winstgevendheid vergroten? Het begint als eerste bij de big picture te zien. Vaak is omzet de holy grail. Nou, nou is het natuurlijk ook uh, geen bedrijf zonder omzet, dus die begrijp ik. Maar eigenlijk even belangrijk is winst. En daar hoor je echt bijna niemand over. Nou, wat zit er tussen omzet en winst in? Kosten. Simpel. En wat ik vaak zie, is dat men heel erg geënt is... op het doen van investeringen om meer omzet te krijgen. Dus dat ze voornamelijk daarmee bezig zijn. Marketing, ads, uh, doe maar op, coaches en ja. zichzelf. Alles om meer omzet te krijgen. Terwijl je ook kan investeren om meer winst te maken. Dat wordt al helemaal overgeslagen. Um, en aan de andere kant, met, met, met kosten... er is een heel laag kostenbewustzijn. Dus je hebt heel veel mensen die... Um, uh, nou ja, Beter gezegd, ik ben in start-ups en skill-ups geweest... waar omzet echt de holy grail was. Ja, de, de, de euforie van maand in, maand uit groei... en uh, de bomen groeien tot aan de hemel. Dus mochten er mooie auto's komen... goede mensen moesten worden, worden binnengehaald... en dan heel veel te aankomen... dan krijg je dat spel van meer en meer vaste lasten... Uh, die uiteindelijk heel erg lastig te betalen zijn... omdat dan in één keer kan komen... dat er een periode het even iets minder gaat. Of ja. omdat ze meer kosten hebben... Toegevoegd dan dat ze eigenlijk aankonden. Maar goed, het hele spel draait dus om. Um, welke, de omzet die je wil, wil hebben, moet daadwerkelijk ook converteren naar winst. Dus bij mezelf ben ik hier ook doorheen gegaan. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik ook alleen maar bezig was met omzet. En toen ik ging nadenken over, hé, hey, um, wat levert mij die omzet nu daadwerkelijk op, had ik in één jaar um, minder klanten, meer winst. Er waren klanten die waren gewoon verlieslatend. Hmm. Maar ja, ik had er ook nog nooit naar gekeken. En dat zie ik eigenlijk heel, heel veel. Er wordt heel veel gesproken over omzet, maar je hoort maar weinig mensen over winst. Nou, van de winst betaal je een uh, stuk salaris en een stuk belasting. En dan de, de laatste stap is eigenlijk wat er overblijft... nadat je van je winst, je salaris en jouw belasting hebt afgetrokken... is eigenlijk je welvaart. Want letterlijk de definitie van welvaart is um, de mate waarin jij in je behoeften kunt voorzien... Ik had gisteren hier echt een inzicht over. Iemand die een behoefte heeft, dus per definitie, dus als je die de definitie aanpakt, als je dat nu in Google typt, dan komt die definitie eruit. Ik ben er verder gegaan wat welvaart eigenlijk betekent. Daar kunnen we zo meteen nog even over hebben. Maar als je die definitie aanhoudt, dan is per definitie het volgende correct: Iemand met een behoefte van een miljoen en een inkomen van 800.000 per jaar is minder welvarend dan iemand die een behoefte heeft van 30.000 en 30.000 verdient. Mm -hmm. Dat is al interessant om over na te denken. Ja. Uh, en dat maakt eigenlijk het, he het hele spel ook anders. Want vaak begin je als motief met ondernemen om meer vrijheid te krijgen, onafhankelijkheid en mogelijkheden. Maar hoe vrij en onafhankelijk ben je als je jezelf helemaal afhankelijk maakt van je business? En dat is wat ik heel veel zie. Want op het moment dat het beter gaat, dan um, gaat een stukje salaris ook meteen een heel stuk beter. Ja. En dan moet er een mooie auto voor de deur gezet. Dure vakanties, en groeit die levensstijl eigenlijk gewoon mee met wat er binnenkomt in de business? Hmm. Nou, dan alles wat ze hebben overgehouden, daar komt dan aan het einde van het jaar dan nog een keer de belasting voor langs. Of ze hebben het al opgemaakt. Daar heb ik ook heel veel verhalen over. En uh, uiteindelijk blijft er niks over. En het is eigenlijk gewoon een cycli die constant op nul uitkomt. Ja, ja. is dat ook de volgorde hoe jij hem aanpakt? Dus eerst gewoon kijken hoe je meer winst kan maken. Dan hoe je minder belasting kan betalen. En dan hoe je, wat je dan met dat welvaart gaat doen. Ligt een beetje aan het type. Um, als je echt naar een uh, start-up of een skill-up gaat kijken, dan is eigenlijk het, het eerste waar ik, naar focus, uh, waar ik op ga, ga zitten, is de business. Mm. Dus ik ga kijken, oké, okay, hoe werkt dit businessmodel? Hoe wordt er geld verdiend? Uh, ik ga het structureren, uh, procesmatig uitdenken. Uh, dus het is een heel proces dat in mijn hoofd plaatsvindt. Mm. Ik, ik wil gewoon begrijpen waarom, waarom de cijfers zeggen wat ze zeggen. Dus ik ga niet, ik, uh, vaak kijk ik niet eerst naar de cijfers ga ik eerst gewoon kijken, wat zie ik allemaal? Hoe lopen dingen? Wat is nu echt de toegevoegde waarde van dit bedrijf? Waarom is het zo hard gegroeid? Dat probeer ik te verklaren. Want daar zitten vaak de, de, de belangrijke dingen in. En dan vervolgens dan ga ik de cijfers in om te kijken of dat kan onderbouwen. Ik vraag ook heel veel. Ik heb hier ook al leuke dingen over. Van, <laughs> vraag ik, wat is de bruto marge? Ja, 70%. Nou, het eerste wat, wat je dan denkt is, oké, okay, ruim. Nou, dat uh, zou ongeveer wel moeten resulteren in 10, 15 procent uh, onderaan de streep. En dan in de boekhouding, het is in de cijfers, staat 50. Dan denk ik, waar is die 20 procent gebleven? Ja, ja dat is al wel heel interessant. Nou, dan blijkt dus dat, dat ze dus, um, ooit een keer hebben berekend dat de prijzen 70, procent met 70 procent waren vastgesteld. Maar dat ze daarnaast acties doen, korting geven, en dat er ook nog externe uitleverkosten zijn. Die variabel meegaan, dan zie je dus dat dat hun hele denken al verkeerd zit, ja. en dat is interessant. Um, en waarom is het interessant? Om, omdat je uh, daarop keuzes worden gemaakt, en in, uh, in deze gevallen is het ook verkeerd afgelopen. Ze mm. hadden te veel verkeerde keuzes gemaakt, ja. ja. Dus je moet eigenlijk eerst ook meer inzicht hebben in: uh, Ja, wat doet mijn bedrijf? Wat zijn nou de da daadwerkelijke bruto- en netto-marges? En dat je daarop gaat inzoomen, dat je dat goed in kaart brengt van uh, ja, wat, wat doet het bedrijf, wat is de toegevoegde waarde, uh, ja, hoe zit het in elkaar voordat je dan weer die stap verder gaat van oké, okay, hoe kun je daar uh, meer winst tussen, tussen eigenlijk die verkoopprijs, inkoopprijs of wat het ook is pakken. Ja, het businessmodel en dan met name ook het onderscheid <coughs> tussen het variabele en vaste component. Ja, ja. En als ik dan bijvoorbeeld een, uh, een, een casus geef, uh, wij hebben bijvoorbeeld een webshop. Uh, we hebben nu een nieuwe webshop gestart een jaar, anderhalf jaar geleden of zo. Dus dan heb je een webshop, je koopt een product in, die wordt getransporteerd naar, uh, naar de klant. Um, ja, dat zijn dus de, met name de kosten. Je maakt een webshop, uh, Google Ads natuurlijk, SEO. Uh, inkoopkosten, transportkosten en, en jij verkoopt het aan je klant. En bijvoorbeeld in dat, uh, dat businessmodel zie je natuurlijk dat ja, heel veel van je uh, omzet gaat terug in advertentiekosten, ads en überhaupt ja, die omzet binnenhalen. Hoe zou jij dan zo'n bedrijf gaan analyseren? Of waar zou je naar kijken in eerste instantie? Ik zou eens beginnen met het uh, variabele stuk in kaart te brengen. Dus hoeveel levert jouw verkoop op? Mm. Zo zou ik gaan kijken. En dan vervolgens ga ik kijken wat de vaste lasten zijn. En daarmee kan ik eigenlijk al meteen zien... of dat je businessmodel winstgevend is of niet. Ja. ja. En als het... Uh, want nu bij ons bijvoorbeeld in dat, in dat voorbeeld... om dat even aan te houden... ja, wij zijn nu net een jaar bezig of zo... dus heb je heel, gewoon best veel... Uh, ...kosten aan ads. Dus ik weet nu... ...dat we bijvoorbeeld afgelopen maand uh, negatief... ...hebben gedraaid, omdat we meer advertentiekosten hadden... ...dan uh, dat de winst was. Uh, is dat dan per definitie ook... ...dat zo'n businessmodel dan niet... ...kan gaan werken? Als je, ja, soms moet je... ...misschien een voorinvestering ook doen. Uh, zeker. De kost loopt... ...altijd voor op de baat. Mm. De, maar in dit geval, als je dan... ...die variabele componenten inzichtelijk hebt... ...dan kun je dus ook gaan kijken van... ...zijn die te optimaliseren? Dus in jouw geval... ...heb je het heel specifiek over ads... Dus als jouw marge op je producten gewoon goed is en, en de rest van de, de variabele componenten die staan goed, dan zou dus ad, uh, ads het enige ding zijn. Nou, je weet dat je daar effectiever marketing in zou kunnen gaan doen. Dus mm. als je daarop gaat ontwikkelen is de kans groot dat daar iets in gaat verbeteren. Als het niet gaat verbeteren, is het dus niet rendabel, kan je er beter mee stoppen. ja. Want als je er geld op, um, geld op inlevert, waarom zou je het dan doen? Klopt. Ja. 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 Maar daarvoor moet je het inderdaad al een tijdje draaien, wil je er echt achter komen van oké, okay, uh, het, het verbetert wel of niet. Ja, ja. Mm -hmm. En vaak um, in dit, dit businessmodel, wat je nu aanhaalt, wat je vaak ziet, is dat uh, met dropshipment gaat dat heel. Uh, weet ze op een gegeven moment wel de juiste verhoudingen te vinden? En dan is letterlijk de ads is gewoon het voer. Dus het geld wat eruit komt, wordt er in ads gestopt om meer verkoop te draaien. Mm -hmm. En die die gaat, uh, die gaat door. Dan. Als ze zelf nog niet heel erg afhankelijk zijn van de business... qua geld wat eruit komt... is dat vliegwiel heel makkelijk aan te slingeren. Want letterlijk 2000 euro die je normaal gesproken eruit zou, mo zou moeten halen... blijft erin zitten, kan weer terug in ads... komt weer een keer een factor eruit. Ja. Dus de tweede en derde graad consequenties van die 2000 euro is enorm. Het, 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 het businessmodel gaat al geremd worden... op het moment dat jij een salaris nodig hebt. Dan gaat het vliegwiel gaat al, gaat al remmen. Ja. Helemaal als je nog voorraad moet gaan inkopen. Want dat, dat zie je vaak dan. Dat ze dan gaan switchen van dropshipment naar eigen voorraad, daar komt er ook een hoop, een hoop complexiteit bij. Mm -hmm. um, en dan, dan heb je dus veel meer werkkapitaal nodig, waardoor dat businessmodel best wel geremd kan worden. Dus in dat geval zou het heel interessant zijn als om, even, als om ons even te gaan uitrekenen. Oké, okay, um, moeten we dit nu met eigen cashflow gaan doen of moeten we juist hiervoor een werkkapitaalfinanciering aan gaan vragen. Mm -hmm. En dan kan je letterlijk uitrekenen wat voordeliger is. Ja, om je een ja. voorbeeld te geven. Ja. Mm -hmm. Ja, precies. Dus, dus ja, dat is, maakt eigenlijk niet uit wat voor business je hebt. Maar dat zijn wel de dingen die je natuurlijk in, in kaart wil brengen. Hè, van ja, hoeveel uh, levensvatbaarheid zit erin. En ja, dus echt goed in beeld brengen wat nou je, ja, je, je omzet is ook. Maar wat ook je inkoopkosten zijn, uh, bruto marges, netto marges. Dat je bepaalde graadmeters hebt waar je naar kijkt. Ja, het liefst uh, maken ook al meteen een prognose. Dat ik hmm. gewoon al even vooruit ga kijken. Met bepaalde aannames die de ondernemers zelf doen op basis van omzet. Gewoon eens even gaan kijken, oké, okay, waar, waar gaat het schip precies heen of, of naartoe? En um, vaak is dat um, veel minder rooskleurig dan dat ze zelf hebben gedacht. Dus als ze het dan ook onder ogen zien, denken ze, hè, valt eigenlijk best wel tegen. Want ja. dat is het moment dat er al dingen gaan veranderen. Omdat je dat hebt gezien, um, ga je anders nadenken en denken van, oké, okay, hoe kan dit anders? En ga je verbeteracties uh, doorvoeren. Mm. Dat is dan de kracht van, van, van het, van het uh, prognoseren en de cijfers ook een keer onder ogen komen. Ja. Um, maar uh, als een bedrijf geen winst maakt, die heb ik ook, dan ga eens dus kijken wat daar, de, wat daar de reden van is. Mm -hmm. Als je die reden kan geven, kijk, vaak is het moeilijker om het probleem te vinden dan de oplossing. Als je het probleem heel goed hebt, is de oplossing vaak heel makkelijk. Ja. Maar ja, dan moet je daar wel even komen. Ja, ja. ja. Maar dat is dus wel echt ex extreem belangrijk dat je gewoon die cijfers goed kent, want dan kan je ook gewoon gericht aan bijsturen. Dus. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wel, ik denk voor, voor een hoop ondernemers in ieder geval, als ik naar mezelf kijk, ik vind juist die cijfers gewoon niet heel, heel leuk om te doen, zeg maar. Dus ik weet altijd wel gewoon, oké, okay, ik maak genoeg marge, dus het zit wel goed. Dus ik kijk niet precies naar, ik weet eigenlijk bijna bij al mijn producten weet ik niet precies wat ik op verdien, ongeveer wel. Heb ik heb wel uitgerekend een keer, maar niet echt precies. Maar dus als je die getallen heel erg weet, weet je ook precies waar je kan bijsturen. Ja, dus... Jou zou ik weet niet of je ads gebruikt. Nee. Oké. Okay. Nou, dan dat maakt het makkelijker, maar anders zou het zomaar ja. kunnen zijn dat je producten verkoopt die niks opleveren. Ja. En dan zeker. toch kan jij winst draaien, maar de winst zou meer kunnen zijn als ja. je daar, als je naar had gekeken. Ja, klopt. Dat verschilt ja. natuurlijk wel. Mijn businessmodel, ik verkoop voornamelijk op bol, dus dan heb je gewoon, je, je weet gewoon wat de kosten zijn van bol, je weet wat de inkoopkosten zijn van het product en je weet wat je verkoopsom is. Dus dan weet je gewoon wat er overblijft ongeveer. En er zitten niet heel veel variabele kosten bij. Dus dat scheelt, wel, dat scheelt wel een hoop. En als je ads draait, dan is dat natuurlijk nog veel meer. Iets waar je mee rekening moet houden. En bijvoorbeeld, de ene maand. word je misschien meer ads draaien dan de andere maand. Dat ligt ook wel aan welk product. best verkoopt, natuurlijk in die maand. Dus ja, dat is natuurlijk ook weer net wat anders. Uh, zeker. En ja, bij jou is het bedrijf dan relatief gezien nog best klein. Ja. Denk het, denk het even een aantal fases groter. Hmm. Met een, misschien wel een uh, magazijn, kantoor. Uh, en allemaal poppetjes die voor je werken. Dan wordt de complexiteit ook veel groter en dan heb je dit overzicht echt niet meer. Nee, totaal nee, niet. Nee, nee. Nee, en Vanaf dan begint, denk ik, ook gewoon echt heel interessant te worden. Om wel echt gewoon iemand te hebben die dat overzicht voor jou kan maken. Zodat je er echt naar kan kijken. Ja, ja. ja. maar het begint wel bij het zelf weten. Ik heb dus heel lang dit soort dingen gedaan voor mensen. En als je het niet begrijpt, dan ben je compleet afhankelijk van iemand anders. En ik zeg altijd: op het moment dat finance de jou moet gaan vertellen hoe je business moet voeren, signaal. Ja. Echt een signaal. Mm. Want dan weet je eigenlijk zelf niet wat je, wat je aan het doen bent. Nee. Dus het is wel eigenlijk een soort van cruciaal. Ik vind dat heerlijk, dit voorbeeld. Ik heb iemand gehad die, die was nooit zo bezig met finance en al dat soort randzaken. Ik dacht, het is toch letterlijk de essentie van je bedrijf, dat je winst maakt, dus geld verdient. Financiën is gewoon heel belangrijk. Dus... Waarom niet één keer het beestje gewoon in de ogen aankijken. En gewoon de basics begrijpen. En dan vervolgens iemand inhuren. Die wel daar verder op is. Maar die jou niet gaat vertellen hoe het moet. Maar die wel jouw um, diepgaandere inzichten kan geven. Ja. 100% mee eens. Ik denk dat het ook wel een valkuil is voor heel veel ondernemers, van, uh, die zeggen inderdaad: van... Oh, ik run gewoon mijn business. En dan, uh, dan de cijfers die breng ik even naar de boekhouder. En die zegt dan: van... Uh, oh, je hebt het best goed gedaan de afgelopen jaren. Uh, lekkere winst en dit en dit en dit. En dan denk je: Oh, nou prima. We gaan nog een jaar zo verder, weet je wel. Maar er wordt niet heel erg dan van tevoren al gestuurd op oude. Oh, weet ik veel, de overheidkosten zijn veel te hoog. Of onze netto-marge is aan het dalen. Wat kunnen we nu daaraan gaan doen? Ik denk, ja, dat heel veel ondernemers toch van oudsher misschien ook een beetje die werkwijze hebben van: uh, Ja, ik doe het werk ik als ondernemer en ik focus me op de business en ja ik zie wel wat er, uh, wat er aan het eind van het verhaal overblijft en uh, ja soms is het goed soms is het minder goed uh, part, of the, part of the deal het is dit wat je, dit wat je zegt klopt helemaal het mm. is heel reactief dus um, in plaats van dat jij nu bezig bent kijk je, je, met de keuzes die je nu maakt creëer je de toekomstige cijfers mm. dus waarom gaan wachten totdat je eerst een boekje krijgt om dan erachter te komen dat uh, die je trouwens vaak niet eens kan lezen om dan, om dan pas veranderingen door te gaan voeren. Loop je dus echt een jaar of soms wel meer achter de feiten aan? Ja, ja maar Eigenlijk wat een, wat een ondernemer dus dan vaak mist, dat merk ik ook bij ons in de business. Dat als je een, een dashboard hebt met een aantal KPI's, dus indicatoren van oké, okay, de omzet is deze maand zoveel, maar we hadden zoveel geprognotiseerd. Nou ja, dan kun je dus kijken van wat je. Of je voor of achter loopt. De winst is nu deze maand of uh, yeah, cumulatief dit jaar zoveel. Maar we hadden zoveel geprognoseerd. En als je een paar van die, van die eikpunten hebt... waar je elke maand of elke week naar kan kijken... dan ga je al heel anders ondernemen dan dat je achteraf gaat kijken... van oh, we hebben dit jaar veel minder gedaan uh, dan dat we wouden doen. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Ja, misschien uh, dit en dit en dit. Maar dan heb je gaandeweg dus helemaal niks bijgestuurd uh, gedurende het hele jaar. Klopt. Dit is precies de structuur die ik meteen ga neerzetten. Ik wil dat we, één, snel betrouwbare cijfers krijgen. Mm. Dus dat, we, dat we eigenlijk dat we een maand afsluiten en op maandbasis kunnen zien, hey, hoe hebben we gedraaid? Hoe is dat ten opzichte van het budget dat we hebben gemaakt? En uh, nou, als je geen budget wil maken, kan je ook het um, afgelopen jaar pakken. Want sommige ondernemers zijn echt uh, <coughs> zo raar. Die willen gewoon geen budget maken. Die zeggen, ja, dan, uh, dan beperk ik mijn mindset te veel op die cijfers. Hmm. Oké, okay, prima. Als jij, als jij dat zo vindt, dan gaan we afgelopen jaar daarvoor gebruiken. Wow. Maar ja, al die verschillen zijn haakjes. Dus als jouw marge 3% punt lager is, hoe, waarom is dat? En dit spel iedere maand te doen, en je hoeft daar echt niet uren voor de cijfers in te gaan. Sterker nog, als je het goed opzet, dan kan je snel cijfers krijgen, zie je heel snel waar de verschillen zitten en kan je bij jezelf meteen die inzichten krijgen van: oké, okay, um, hé, hey, mijn leverancier is in één keer, um, noem maar even iets. Transportkosten gaan rekenen. Hmm. Had ik anders niet gezien. In plaats van dat dit een heel jaar doorloopt, een 4% punt van je hele omzetkost op een miljoen um, 40.000 euro netto, onderaan de streep wat letterlijk je, salari-, je salaris kan zijn, ben je er meteen achter. Ja. Kan je meteen op, op schaak? Ja, het lijken allemaal op, open deuren, maar dit komt non-stop in de praktijk voor. Ja. Non-stop. Ja, bizar is dat eigenlijk. Ja. Dus ja, meer inzicht in je eigen bedrijf en ja, bepaalde dingen gewoon standaardiseren. Dat je weet van. Ja, dit zijn de cijfers momenteel en ik ga nu bijsturen. Precies. Ja, hoe lekker is het om, uh, nou, zeker als je een beetje doorgegroeid bent, dat doe ik bij een aantal clubs waar ik ook wel interim zit, um, die stuur ik um, één keer per maand. Dan krijg je die gewoon een samenvatting en de verklaring waar alle verschillen zitten. Mm. Nou, dat dient dan als informatie. En, uh, ja, en met, met die informatie kan je dus dingen anders gaan doen. Ja, is heel, het is heel simpel, maar wel heel, heel waardevol. Ja, zeker. Ja, ja, 100%. Ja. Ja. Kun je veel beter aansturen en ook veel gerichter aansturen. En dan weten mensen tenminste ook, okay, dit, dit is echt aan de hand, in plaats van dat je gewoon eigenlijk alles op de gok doet. Dat als je zonder cijfers ja. werkt, dan weet je eigenlijk gewoon niet precies waar het aan ligt, welk, welk gedeelte beter kan. Klopt. En wat je dan ziet is dat, ze, um, dat men heel veel kijkt naar de bankrekening, naar de bankstand. Dus ik, ik zeg voor de grap wel, als het lijkt net als een beleggingsapp. Omhoog uh, is positief, ja. Ja, 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 ja. Omlaag is, uh, is paniek. Uh, maar het is, het is echt zo. Ik heb echt uh, mm. mensen gehad. terwijl sommige bedrijven zitten gewoon in seizoenspatronen. Dus het is logisch dat bepaalde periodes er meer op de rekening staat ten opzichte van de andere. Ja. Maar ja, als je dat niet ziet, dan ga je dus in die hoogseizoenen die zich wel afwisselen met een laagseizoen, ga je te veel uitgeven waardoor je laagseizoen heel shit wordt. <laughs> Sterker nog, waardoor je gewoon tekorten kan hebben, zelf kan mm. hebben gecreëerd. Ja. Ja. Plus je banksaldo zegt natuurlijk nog niet echt iets over hoe je bedrijf loopt. Want als je al je liquiditeit gebruikt en herinvesteert in uh, voorraad, uh, groei, et cetera. dan is het dus, ja, moet je banksaldo eigenlijk het liefste zo laag mogelijk zijn. In ieder geval, je wil dat geld aan het werk hebben. Dus als je heel veel geld op de rekening hebt staan, ja, dat is wel heel leuk. Maar per saldo, ja, als het geld daar staat, dan, uh, dan is het uiteindelijk ook niet goed. Klopt. Uh, kijk, een. Uh... Een gezonde buffer is denk ik wel noodzakelijk, mm. maar dat gaat verder dan overtollige liquide middelen hebben staan die niks doen. Ja, ja want dat is dus ook een beetje ja, de taak Denk ik, die een CFO heeft, is te kijken van hey, hoe kan ik mijn middelen zo inzetten dat zij meer middelen gaan genereren, geld, geld maken binnen een business. Ja. ja. Op, en mm. op de juiste plekken. Ja. ja. Maar inderdaad, als jij de, de bankstand zegt, eigenlijk helemaal niks. Nee. Ook, uh... Hoe kleiner je bent, hoe betrouwbaarder het is. Maar hoe groter je wordt, hoe lastiger het is. Zoveel stromen: mm -hmm. loonbelasting, btw, debiteuren, crediteuren. Debitur... <laughs> ja, debiteuren, crediteuren, <laughs> voorraad. Mm. Ga zo maar door. Ja. Ja. We hebben het nu heel erg over het stukje van omzet naar meer winst. Ja. Wat zijn daar, om dat even een beetje misschien iets af te ronden. en daarna misschien iets meer naar de belasting te gaan. Wat zijn daar echt, echt vaak dingen die je echt tegenkomt. die eigenlijk relatief makkelijk aan te passen zijn. en door een klein beetje bij te sturen al relatief meer winst te behalen is. Het begint eigenlijk altijd met wat zijn je variabele componenten? Hoeveel levert 1 euro omzet nu aan uh, wat ik noem dekkingsbijdrage op? Waarover, waarvan dan de vaste lasten betaald moeten worden? Als je dat in kaart weet te brengen, ben je aan heel eind. Mm -hmm. Dus als je dat gewoon goed hebt zitten, dan heb je in ieder geval daar het grootste deel al goed. Ja, en dan kan je ook heel, heel snel zien wat je break-even is. Dat is ook al heel rust, geruststellend. En zo kan je doorrekenen en tel bij je vaste last ook je eigen salaris. Ja. Uiteindelijk moet het doel niet zijn een salaris te krijgen, maar ook winst te maken. Een bedrijf te creëren dat gezond is. 100%. Ja. Mm -hmm. Dat is ook nog wel eens iets. Ondernemers onderschatten vaak hoe waardevol een gezond bedrijf is voor zichzelf. Ze zien ook vaak zichzelf als het bedrijf. Dat ook al gevaarlijk is. Ja, dan mm -hmm. is een gezond bedrijf ook uh, uiterst belangrijk, want anders ben jij ook niet gezond. Als jij jezelf op bedrijf ziet. Ja. Ja, ik heb het gezien hoor, met grote rekeningcorantvorderingen uh, van de BV. Veel privéuitgaven over, over de rekening. En dan afvragen waar die cashflow-problemen vandaan komen. Ja, ja, ja. Ja, het, ja, ja. ja, jij ziet natuurlijk alles. Te veel onttrekkingen gedaan. Ja, en dan denk ik in de trant van soms wel 5.000 euro per maand boven is. Oh. Onbewust, hè. Hmm. Gewoon omdat ze het nodig hebben. Het groeit gewoon mee met, met wat er binnenkomt. Dat is ook zo gevaarlijk hieraan. Ja. Daarom, dat, dat cycletje kan je constant op nul houden... als je niet bewust bent van, van wat je nou eigenlijk aan het doen bent. Ja. Mm -hmm. uh, ja. Want als je, als je het even plat slaat... Als als de meeste ondernemers willen vrijheid en meer mogelijkheden. Nou, cash geeft letterlijk mogelijkheden en maakt onafhankelijkheid. Als jij een dienstverlener bent en bij één klant zit... als jij een jaar lang uitgaaf op de bank hebt staan... kan je letterlijk morgen tegen je opdrachtgever zeggen... hey, kap mee en... Voor jezelf de tijd nemen om iets anders te gaan zoeken. Mm. Om even een voorbeeld te geven. Ja, dat is echt vrijheid, als je het mij vraagt. Ja. Maar mm. toch uh, wordt er blind gestaard op uh, vaak uh, passief inkomen. Wat ook heel belangrijk is, maar. of kan zijn. Maar ik denk dat, dat dat toch echt een fase later is. Maar je Sorry. ziet dus ook wel heel vaak dus dat mensen gewoon hun uitgavenpatroon zoveel zo verhogen. Omdat ze dan, het gaat op dat moment even goed met het bedrijf. En daardoor wordt dat uitgavenpatroon zo hoog. En dan komen ze verderop in de problemen. Zeker? Ja. ja. Want na hoogtij komt altijd weer laagtijd. Nee. En dan zijn ze dan niet op voorbereid. Sterker nog, ze hebben zichzelf. Het is heel makkelijk om jezelf iets extra's aan te wennen. Maar afwennen is lastig. Ja, 100%. En dan wordt de druk op de cashflow nog groter. Als de cashflow lager is en jouw uitgaatpatroon is hoger geworden. Hmm. Ik denk dat het niet alleen bij ondernemers is. Ik denk dat het gewoon een algemeen probleem is. zie ja, je ja, je overal. Geld, die, dus als er uh, adem meer geld gaat verdiend worden, ja. dan, uh, dan gaan die standaarden zo hoog. En dan uh, op een gegeven moment, als het dan een hmm. keer minder gaat, ja, dan ga je gewoon naar de kloten. Ja, ja. die terug naar nul, die zie je overal. Die zien we bij privépersonen denk ik des te meer. Gewoon oh. alles opmaken en, uh, en, en niks opbouwen. Ja. Ik vind het hilarisch. Mijn, um, ik haal het mijn, uh, mijn vriendin aan als, als voorbeeld. Ik zeg, die, ik zeg, jij hebt echt consumentenbrein. Zeg maar, je hebt het geld nog niet binnen of het is al uitgegeven dan heb je ondernemersbrein die echt bezig van oké okay, hoe kan ik het een goed ondernemen hoe kan ik het kapitaal zo goed inzetten dat het meer geld gaat maken in business en de investeerder die denkt hoe kan ik van mijn geld meer geld laten maken als je die drie manchet naast elkaar zet zijn ze compleet verschillend maar de meeste zitten toch echt consumenten hmm. ja ja, ja. ja. Ja, is het, er hoort één stap gewoon tussen te zitten. Gewoon voordat jij geld uitgeeft, geef het aan iets uit wat meer geld oplevert. En met dat geld wat meer wat er dus meer uitkomt, daarmee ga je je spullen kopen. En dan zit je gewoon goed. Want dan je, heb, je dus, ja, dan heb je dus altijd dat extra geld, daarmee koop je dus wat extra's. In plaats van dat jij meer gaat verdienen, gelijk meer gaat uitgeven mm -hmm. en dus nooit meer gaat verdienen. Ja. Dat je niet investeert. Ja. Ja. Ja, ja. Men wil zich heel graag belonen op een of andere manier. Ja. En ook heel, heel snel al. ...en drie jaar in business... ...en dan, uh, ja, ik heb al drie jaar zo lang zo hard gewerkt... ...nu ga ik een uh, mooie auto nemen. Of ja, ik. die Tesla lezen Ja, ja precies. Terwijl je eigenlijk wil nadenken... ...wat jij zegt, je wil nadenken over... ...hoe kan ik toekomstige positieve cashflows creëren? Mm. Dat is hoe je, hoe, je, hoe je wil nadenken. Ja, ja dus systemen bouwen... ...die meer cashflow op gaan leveren. Een bedrijf is eigenlijk een systeem... ...maar je kunt het ook uiteindelijk investeren... ...als je het al, ja, als je dus geld over hebt... ...of geld, uh, ja, als je netto winst hebt... Kun je dat geld investeren privé, maar je kunt ook meer bedrijven bouwen of systemen die cashflow opleveren. Precies, daar ben ik voorstander van. In plaats van te denken hoe kan ik dit privé gaan inzetten, mm. kan je ook denken hoe kan ik in mijn business doorinvesteren. Zodat mijn business nog meer winst gaat draaien. Ja. Oftewel, meer positieve cashflow in de toekomst gaat genereren voor mij. Mm -hmm. ja. ja, 100%. Ja. En ook, ook het hele compound verhaal bij het investeren zit ook gewoon in, letterlijk in een business euro eruit te halen had had zomaar over een periode van, van tijd en de business kan het heel snel gaan had zomaar 10.000 euro winst weer kunnen zijn klopt hmm, ja ik denk dat dat ook een beetje een valkuil is tegenwoordig dat we heel snel gaan kijken van oké okay, hoe kan ik uh, privé gaan beleggen en uh, aandelen en allemaal dingen terwijl uh, eigenlijk in eerste instantie vooral als je jong bent is het gewoon focus op hoe kan ik meer inkomen genereren en hoe kan ik een bedrijf bouwen wat voldoende inkomen genereert en dan is dat beleggen is dan ja is dan een later hoofdstuk om meer stabiliteit of stabiele cashflow te hebben voor als je minder gaat werken of wat dan ook alleen niet ja niet andersom precies mijn mening en uh, wat ik nu zie is dat mensen tegenstelt doen en dat ze eigenlijk um, zoveel mogelijk uit hun business gaan trekken om privé te gaan investeren ja ja, dat, dat, dat gaat gewoon ook helemaal tegen mijn uh, passie voor ondernemen en onderneming in. Want denk ik denk van, ja, je bent zo gebaat bij een gezonde onderneming. En het kan zoveel sneller gaan dan die gemiddeld 7, 8 of 9 procent op de ja. index die je kan pakken. Ja, is ja business business uh, dat is wel de ze, tendens natuurlijk. Ze willen nu gelijk vastgoed hebben of gelijk iets wat passief wat kan opleveren. In plaats van dat ze gaan kijken, oké, okay, hoe kan ik dit meer laten renderen binnen het bedrijf? Ja, ja, ja. ja. Ja, als jouw business 20-30% per jaar uh, average dan, dan ja, kun je wel voor 6% procent aandelen gaan kopen. Maar ja, waar ben je dan mee bezig? Plus ja. je moet het nog een keer naar je privé halen eerst, dus je hebt al een keer dikke belasting over betaald. Maar ja, ja. aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen, stel je voor je hebt een bedrijf waar je... Kijk, stel je voor je wilt dat misschien over vijf jaar niet meer doen en je weet ook niet hoe het gaat lopen. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je voor de spreiding wel toch een groot gedeelte er ook uittrekt om toch in andere dingen te beleggen. Kan, ja als dat een bewuste keuze is. Ja, maar inderdaad ja. dat is wel dan ja. bewust over nadenken, want ik denk nu een hele hoop mensen die denken er niet eens over na, die denken ook oh, ik heb geld verdiend, heb uit bedrijf, ga ik ergens in investeren, terwijl ik misschien veel beter in het bedrijf kan blijven. Ja, en dan denken ze ja, met die 7% gemiddeld compound ja. en nou ja, als je 7% niet in je business rendabel kan maken. Ja. ja dat, dan zit het dan sowieso echt, uh, niet goed. nee, dan <laughs> zit er echt iets niet helemaal niet helemaal goed. Mm -hmm. ja. nee. Nou ja, het is, het is natuurlijk ook wel waar. Ik bedoel, in de transportsector wordt gewoon zijn die marge gewoon heel laag, wat er mm. uiteindelijk overblijft. Nou ja. Ja, ja, klopt. Ja. Lastige business. Ja, zeker. D dat is wel een mooi ezelsbrugje, denk ik. Want ik had nog een vraag in mijn hoofd zitten. Van, ja, vaak begin je gewoon ergens met een business. Niet per se gestuurd op. Al helemaal niet als je jong bent en je begint te ondernemen, dan ga je denk ik niet vaak een business starten. Vanuit oké, okay, ik ga in deze hoek of deze sector zitten, omdat daar veel uh, bruto marge zit. Of dat die marge heel hoog is. Dat ontwikkelt zich misschien gaandeweg. Uh, hoe, hoe zie jij dat momenteel bij jouw klanten? Ja, wat, wat zijn goede businessmodellen? Of hoe zie je dat hun ja, misschien ook ja, overstappen van businessmodellen uh, na verloop van tijd? Niet echt heel eerlijk gezegd. Ik zit heel erg in, veel in dienstverlening en, en retail. Um, en daarin is in principe het spelletje ja, voorraad. Uh, voorraad is, daar echt, is bij retail echt een groot ding. En het zit in details. Uh, dat vooral. En bij dienstverlening uh, is het in principe ja, er zijn meerdere modellen in te, in te doen natuurlijk. Ja, je kan de, nummer, stap nummer één is je eigen tijd uh, leveragen. Uh, dus als hefboom gebruiken. Uh, stap twee is tijd van anderen. of ja, nu hebben we zit ook in de tijd dat we content en code daarvoor kunnen, kunnen gebruiken om die te leveragen. ja, dus oh. dat dat zie je wel binnen de dienstverlening dat mensen daar wat slimmer mee omgaan, omdat je zelf natuurlijk qua tijd heel beperkt bent. Mm. ja, mm -hmm, ja. dus je ziet eigenlijk dat als iemand begint met een businessmodel dat die vaak ook wel daarbij blijft. Alleen dat je wel binnen dat businessmodel uh, heel erg kan gaan sturen... op hoe kan ik me uiteindelijk mijn marge en mijn winst vergroten. Ja, en dat is een fout die ik zelf ook heb gemaakt. Ik heb heel lang, ben ik dat uurtje factuurtje blijven doen. En op een gegeven moment zat ik al helemaal bomvol. Dus als je bomvol zit, dan moet je eigenlijk bij jezelf gaan nadenken... hé, hey, oké, okay, ik heb dus eigenlijk een capaciteitsprobleem. Dat kwartje was bij mij niet gevallen, het duurde heel erg lang. Mm. En daarna ging het ook um, kon ik ook weer naar het volgende level... omdat ik toen dacht, oké, okay, ik ben nu zo druk, uh, hoe kan ik mijn tijd... Um, zo inzetten of kan ik het businessmodel zo veranderen dat daar meer, meer op mogelijk is? Of, ja. som, of in mijn geval uh, met minder, meer doen. En hoe heb je dat precies gedaan bij jou? Ik ben dus heel gaan kijken naar um, hoe winstgevend klanten waren. Ik kwam erachter dat er heel veel niet winstgevend waren. Dus die heb, daar heb ik toen afscheid van genomen. Ik heb tarieven verhoogd en ik heb heel veel investeringen gedaan om mijn productiviteit te verhogen. Mm -hmm. dat zag ik, daar zag ik ook nooit zo de waarde van in. Uh, met toen kwam dus achter dat ik echt dingen zo vaak repeterend aan het doen was. Dat ik echt dacht van uh, wow, dat heb ik al die jaren zo on onbewust in mijn business gedraaid. En hoe heb je dat gedaan, die productiviteit verhogen? Um, alles, alles uitschrijven, al je processen. Hoe doe je het? Dus of... eigenlijk wat jij voor klanten al deed, dat heb je nu voor jezelf gedaan, zodat je dat ook inzichtelijk had. Ik heb het eerst bij mezelf gedaan. Daarna ging ik ook bij klanten zien. Ja. Toen ja. ik ook zien dat zij exact hetzelfde doen. En, en niet alleen in dienstverlening, ook in retail. Overal wordt in een bepaalde manier in stapjes gewerkt. Hmm. Maar ja, is, dat, is dat de meest efficiënte manier? Dat is de vraag. Ja. Eigenlijk is het wel gewoon ook zo belangrijk... om gewoon regelmatig te doen. Want dat vreet je gewoon echt. Je, je bent op een gegeven moment gewoon met een bepaald patroon bezig... en dan denk je, oh ja, het werkt. Maar je denkt eigenlijk nooit meer van... oké, okay, ik kan dit patroon misschien veel beter. En dat is denk ik ook met bedrijven zo. Maar dat is ook met jezelf zo. Bijvoorbeeld hoe jij een dag indeelt... of hoe jij bepaalde afspraken maakt of, of wat dan ook. Je kan eigenlijk alles... Dus denk ik denk, goed om eens in de zoveel tijd even een keer uit te schrijven... dat je precies inzichtelijk hebt van, oké, okay, wat doe ik nou eigenlijk? En aan de hand daarvan kan je weer bijsturen. Dus eigenlijk denk ik gewoon... Zeker, ik uh, had het onlangs weer. Ik, ik maak dus nu best wel content. En ik had daar dus nooit bewust een proces voor uitgeschreven. <tosses> dus ik dacht bij mezelf van, nou, wat gaat hier veel tijd in zitten? Eén keer de tijd genomen om nou eens na te denken wat ik precies aan het doen was. Proces uitgeschreven. Nou, ik heb nooit zo'n korte contentdag gehad. Gewoon om een proces goed staat ja dus dat ja. is zo uh, dat is, het slu sluipt er zo snel in uh, en uh, ja, wat, wat de dingen die ik tegenkwam toen ik dit bij mezelf ging doen is uh, dat heel veel dingen die ik deed waren gewoon helemaal niet logisch waren, waren helemaal geen logische volgordes. dus stap drie en vier die ik had moest eigenlijk omgedraaid worden dat werkte ik veel efficiënter mm. dus allemaal dat soort kleine dingen en dit is het eigenlijk in alle bedrijven zit dit ja, ja. Plus het mm -hmm. maakt ook uitbesteden heel erg makkelijk. Daar liep ik ook al tegenaan... dat ik het moeilijk vond om iemand uh, dan aan, de, aan te gaan nemen. Maar als je hele heldere procedures hebt... en processen... Iemand, weet je hoe fijn het is voor iemand die letterlijk binnenkomt? Die zegt gewoon, oké, okay, iemand komt binnen... dan dit, 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 dit. Die kan precies gewoon, letterlijk gewoon een checklist. Tik, 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 tik. Gewoon uh, heldere taken. Ja, ja. ja. en ik, ik maak er dan nog een loom van... zodat ik het ook niet nog drie keer hoeft uit te leggen. leggen. Dus dan legt er gewoon precies uit hoe het werkproces in elkaar zat. Ja, mm -hmm. dat vind ik wel echt heel belangrijk. Dit is natuurlijk ja. een beetje dat principe van eerst de bel slijpen voordat je gaat hakken, zeg maar. Dus dat ja. je gewoon eerst zorgt dat gewoon het proces goed loopt en daarna pas aan de slag gaat. En daarbij is denk ik ook gewoon voor de een komt dit makkelijker dan voor de andere. Bijvoorbeeld, ik weet bij mezelf, we hebben het van tevoren een beetje gehad over die persoonlijkheidstest van Jordan Peterson. Ik weet nu bij mezelf, mijn orderliness is heel laag. Dus ik kan, ik kan heel goed met chaos omgaan, maar daardoor leef ik soms ook een klein beetje in chaos. Dus voor mij is het heel belangrijk om hierop aan te sturen. Terwijl bijvoorbeeld een David, die heeft deze processen al veel meer erin zitten. Dus ik denk, daarvoor is het ook gewoon heel belangrijk dat je jezelf gewoon goed kent. En weet van, oké, okay, dit is misschien mijn zwakke punt. En dan misschien ook gewoon iemand inschakelt die jou daarbij kan helpen om die processen gewoon te versnellen. Ja, zeker. Zeker. Twee, net zei je, schoot ook een voorbeeld in mijn hoofd. Ik heb um, dat, um, er kwam een beetje op neer wat je zei. Is van dat je um, eerst, ja, je zei eerst de bel slijpen voordat je gaat hakken. Mm. En dat is eigenlijk ook met opschalen zo. Uh, ik ben bij een club geweest, die deden in, die deden meer omzet, minder winst. Mm. Ja, en niemand had de verklaring. Ik had wel een vermoeden, maar ja, daar zit dus iets dan echt niet goed. En dit soort, uh, ja, dit soort voorbeelden komen heel veel komen heel vaak voor. Dus als je niet precies weet wat je aan het doen bent, kan het zomaar zijn als je het opschalen dat er onderaan de streep uh, min uitkomen. Ja. Ja. ja, ja, ja. dat is wel dat is wel het risico. Dat zien wij nu ook binnen ons eigen bedrijf. Ja, je moet wel voor investeringen doen soms om weer een nieuwe business op te starten. Alleen je ziet nu wel, ja, je bent altijd gefocust op uh, we willen meer omzet doen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een nieuwe webshop erbij, een uh, webshop die is dan twee jaar oud. Alleen je ziet eigenlijk dat ons hoofd uh, webshop of als hoofdbusiness die betaalt nu ook gewoon uh, zeg maar de, de minnen in de andere business units omdat die dan nog ja, relatief startend zijn dus dan ga je mm. ja je verdient in het ene ene bedrijf is gewoon stabiel daar zit gewoon een goed proces daar verdien je gewoon uh, een goede, goede bruto marge maar ja, dan wil je iets erbij gaan doen en dat is misschien tijdelijk is dat prima en je moet wel natuurlijk echt gaan uitkijken van uh, heeft dat überhaupt zin dan dat niet ja, al je andere bijzaken... of dingen die je dan weer extra gaat doen eigenlijk de marge van je van je originele bedrijf op gaan zitten vreten? Uh, zeker. Ik heb hier een prachtig voorbeeld van. Ik mag de naam niet noemen van het bedrijf. Maar die hadden een uh, RD-afdeling in China zitten. Mm. Was al jarenlang niks uit, uitgekomen. Het bedrijf, het bedrijf was uh, verlieslatend. Komt helemaal voort door dat RD. En dat was, vond de ondernemer vooral heel leuk. Oh ja. 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 Ja, weet je. Dus, dus die business uh, is, die, die, die moest ook gered worden door een bank. Mm. Dus, dat was heel groot. Maar uh, ja, dit soort voorbeelden zijn, zijn er heel veel. Maar ja. zijn er echt wel interessant? Want uh, wat ik ook vaak zie is dat men de cashflows niet onderscheidt. Precies. Ja. Je hebt er namelijk meerdere in je bedrijf: operationeel, dus gewoon de normale operatie. Dan heb je de investeringscashflow. Daar doelde jij net op: van oké, okay, uh, er komt geld uit de operatie, dat investeer ik door, weer terug in mijn business. Dat is eigenlijk een tweede geldstroom. En de derde is de financieringscashflow dus het kan zijn dat je investeringen wil doen, stel je wil een nieuwe winkel openen, je hebt twee ton nodig, kan je naar een bank gaan om te vragen, hey kun je die twee ton voor mij betalen? Dus dan is je investeringscashflow twee ton positief, uh, sorry, je investeringscashflow twee ton negatief, uh, financieringscashflow twee ton positief en doet mm -hmm. nog helemaal niks aan de bovenkant bij de operatie, want dat gaat daarna komen. Mm. Ja. Dat onderscheid is ook wel heel, heel fijn als je dat in je hoofd gaat zien. Van oké, okay, er komt nu dus een 1000 euro uit mijn operatie. Die ga ik nu weer investeren om uit de operatie straks weer meer cashflow te krijgen. Toekomstige cashflows te creëren. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. Als je daar heel bewust mee bezig bent, dan denk ik dat je dat wel ja dat je dat beter kan, uh, ja, kan, kan schakelen. Van oké, okay, wat doe ik nu? Waarom? En ja, dat is dan voor de lange termijn. Dan kun je daar misschien uh, vrede mee hebben. Dan is dat een voorinvestering. Maar als je dat niet weet, dan is dus het gevaar dat je dat dus blijft doen en dat er, ja, dat er gewoon geen geld over blijft. Klopt. Ja, en dat ook de cijfers meer gaan zeggen. Want als jij uh, aan het einde van het jaar, dan moet ik wel een klein onderscheid maken tussen winst en cashflow. Er zit namelijk een heel groot verschil tussen. Uh, maar als jij in jouw jaarverslag uh, nul ziet als resultaat, ja, dan denk je: shit, hey, ik heb helemaal niks verdiend. Maar als je daarnaast, uh, als jij een ton hebt geïnvesteerd in allemaal projecten, ja, dan. Zou een beetje context heel fijn zijn. Ja, ja. ja, want dan heb je dus eigenlijk een ton gedaan, maar je hebt die ton meteen weer terug geïnvesteerd. Dus je operatie is eigenlijk heel, is eigenlijk heel erg gezond. ...om maar even context te geven. Ja, ja, ja. dat herken ik wel heel erg. Want dus, is, is bij mij gewoon heel erg het geval. Er blijft eigenlijk nooit voor mijn gevoel wat over. Maar alles wordt gewoon weer gelijk herinvesteerd in allerlei dingen. Maar daardoor lijkt het altijd alsof je gewoon helemaal geen geld hebt. Maar eigenlijk als je dan een paar jaar verder bent... ...dan gaan al die andere dingen lopen. En dan komt er in één keer gewoon een enorme boost. Omdat je dat gewoon niet beseft. Omdat ja, ik ben dan zo iemand die eigenlijk die cijfers helemaal niet helder heeft en dan kom je er eigenlijk achter, maar het gaat wel goed zeg maar, omdat gewoon de business redelijk simpel nog is, dus die cijfers zijn wel van belang, maar natuurlijk hoe groter je business, hoe belangrijker die cijfers worden, omdat je dan kan je er echt op aan gaan sturen. Dus maar in ieder geval dus nu, um, ja, kom, gaan al die dingen lopen en dan besef je denk ik, oké, okay, ik heb inderdaad wel heel veel dingen op goede plekken gezet zeg maar. Zeker, ja, zeker. Ja. En dan kom je nog bij, bij een ander ding, is dat men heel vaak vergeet wat ze in het verleden hebben gedaan. Ja. Ja, 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 ja. ja, dat gewoon grote investeringen, dus dat ze nu naar de winst. Als je nu wat je nu ervaart, dat is letterlijk het gevolg natuurlijk van het verleden. Ja. Maar als je dat helemaal vergeet wat je daar allemaal hebt gedaan, zie je ook heel vaak dat ze investeringen hebben gedaan waar dan winst uitkomen die ze niet meer zien. Ja. Dus um, of, dat, of dat ik dan zeg van, hey deze, deze asset, deze machine die je hebt gekocht, heeft, heeft nou al zoveel geld opgeleverd. Mm, ja. Ja, of bijvoorbeeld dat je een bepaalde voorraad hebt ge gekocht in een goede tijd en dat die nu gewoon veel meer waard is, omdat, die, omdat je nu alles duurder is geworden. Mm, dus dat is, heb ik met een hele hoop dingen. Die liggen ja. er al eigenlijk gewoon al anderhalf jaar. En die verkochten toen heel langzaam. En nu gaan ze steeds harder lopen. En ze zijn meer waard geworden. Dus dan gaat het ook in één keer stuk harder. Dus je hebt een hele goede keuze gemaakt. Ja. ja, maar ja, op dat moment denk je er ook niet over na. Ja, want dus nee. Dan ben je eigenlijk al bijna vergeten dat je die voorraad hebt. Die ligt er gewoon. Ja, maar dat zou nu betekenen dat je nu dus meer winstgevendheid ervaart... en dat het straks dus minder gaat worden als die voorraad weg is. Ja, zeker, 100%. procent. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dan, dat je straks dan denkt van, hé, hoe kan het nou minder zijn? weet je ja. nu al waar het komt. Ja, dan moet je ook weer duurder ja, ja. inkopen. Dus dan kan je diezelfde voorraad, die, uh, ja, die extra winst, die, die verdwijnt dan die, gewoon. Die verdwijnt, ja, ja, die heb je dan ontvangen. Ja, zeker. Mm -hmm. Ja, dat is wel goed ja. om aan te sturen, 100%. Ja. Maar eigenlijk, als je, zo, als je samenvat waar we het over hebben gehad... dan is het dus eigenlijk gewoon ja, meer inzicht krijgen in de cijfers van je bedrijf. Dat, dat is eigenlijk cruciaal. Cruciaal. En dan daar... Waarom? Winst creëert uiteindelijk de cashflow. Cashflow is gewoon heel belangrijk zuurstof van een bedrijf. Ja. Heel simpel. Geen cash, gaat failliet. En um, daar staat vaak ook nog wel een spel binnen de cashflow. Is van, er kunnen weken zijn. Soms gaat het cashflow-spel echt over weken... Dat we dat weken kunnen zijn van een min, min 100.000 euro... en de week daarna dat, dat het mm. gewoon weer recht is getrokken. Ja. Maar ja, die ene week uh, kan het zomaar zijn... dat je slaafs moet betalen, btw, loonheffing. Dat alles samenkomt. Ja. Um, ja, dat zet zoveel druk. En dan kan jij dus in één keer helemaal in paniek schieten. Dan denk je van, oh, ik moet mijn mensen betalen. En uh, als je net, toevallig is je altijd zien... dan uh, dat je net een min een mindere week hebt gehad. Mm. Ja, dan, dan kan het paniek zijn. En dat soort dingen zijn vooraf ook allemaal... al veel beter te plannen en in te regelen. Ja, mm, ja. ja. Dat is wel heel mooi. dat er, Precies wat je nu schetst, dat doen wij nu ook. Uh, ik heb dan uh, een van die jongens waarmee ik samenwerk in mijn eigen bedrijf. Uh, waarmee we de webshops de, het hardhout hebben. Die, maakt, uh, die doet altijd de boekhouding. Maar die heeft dus ook voor elke business unit een, uh, een KPI-dashboard. Met, uh, ja, met omzet, uh, voorraad, uh, alle prognoses erbij. Bruto marge, netto marge, alles, alles op één, uh, op één dashboard. Dus dan kan ik zo zien hoe het gaat. En elke, in principe elke zondag uh, doet hij van de week daarvoor. Doet hij alles verwerken. En dan maakt hij ook een liquiditeitsbegroting voor uh, de komende maand. Dus dan kun je gewoon letterlijk zien van die datum gaat uh, die factuur betaald worden. Dan komt de BTW, dan komt dit. En dan zie je gewoon dat op bepaalde dagen ga je gewoon liquiditeit in één keer uh, min 20.000 en dan in één keer plus zoveel. En dan zie je gewoon oké, okay, rond uh, die datum gaat het even lastig worden. Dus we moeten nu heel even iets afremmen of we moeten nu uh, misschien even een paar uh, ja, uh, investeringen uitstellen of, of we moeten een mailing doen zodat we zien dat die omzet omhoog gaat, dat die cashflow uh, in stand blijft. En dat is heel mooi, dan, zie je echt, dan wordt het echt een spel. Nu zie je gewoon van, uh, als wij achterblijven op, uh, op omzet of op aantallen, ja, dan gaan we kijken van, oké, okay, daaruit uh, volgen dan bepaalde acties. Uh, mailing doen naar de klant, uh, social media berichten, uh, whatever. Maar dat is echt heel leuk, als je dan, uh, als je dan op die manier kan, kunt gaan werken, want dan wordt het veel uh, interactiever en ben je veel meer op, van tevoren al aan het kijken en dus die uh, liquiditeit maximaal benutten om ja, je geld aan het werk te houden. Nou, jij bent financieel in controle. Ja. Ja, ja, ja. ja, ik niet. Juri ja, ja. Dank je wel, Juri nou, ik doe daar <laughs> helemaal geen reet aan. Ja, dat is naar hem dan. <laughs> ja. Maar dit hoor ik niet veel voorbij komen. Nee. Nee, want dit is letterlijk ook wat ik interim aan het doen ben bij heel veel klussen. Uh, natuurlijk groter, maar in principe is het inderdaad nu al problemen zien die eraan zitten te komen. Ja. Zodat we nu kunnen zorgen dat het probleem of minder erg is, of... op of Wordt opgelost, ja, ja, maar dat is super grappig. Want als ja. dan uh, Jury zegt dan nou gewoon <laughs> tegen mij: van ja, je moet even nu twee weken geen stamhout aankopen, want uh, dan, dan, dan is het geld op, weet je wel. Ja, 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 maar ja, simpel is het wel. En daardoor kom je dus ook nooit in de um, concept, is nooit, nooit een echte probleem. Nee, je stuurt al van tevoren regeren, is vooruitzien. Cashflow's mm. zijn te voorspellen, ja. ja. Dus dat is, dat is ook heel mooi. Dat ik kan ook, ook gewoon voor open stress ook, denk ik. Ja, ja. ja, ik zit nu bij de partij waar ik zit. Is, ik voorspel twaalf maanden vooruit de cashflow. Zo. En dan in die maanden zit ik al te kijken van... waar zie ik grote verschillen? Gaan die de maand daarna eruit lopen? Ja of nee? Um, en ik zoom zelfs nog in op weekniveau... om te kijken of ik daar niet de cashflow rustiger kan maken. Rustigere cashflow is gewoon helemaal rust door het hele bedrijf heen. Ja. Niks is zo vervelend als ze heel de hele tijd signalen krijgen van, oh nou nee, uh, dat kan niet betaald worden, die heeft een herinnering gestuurd. Uh, ik heb ja. zelfs, zelfs bij partijen geweest, die uh, hadden geen administratie, die deden betalingen op basis van reminders. Geniaal. Ja, ja geniaal. Ja, ja. Het, het, het werkt ook nog. Het werkt wel. <laughs> ja. Heb je factuur gestuurd? Nee, 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 ik kijk alleen naar de herinneringen. <laughs> ja. ja, dat is ja. mooi hè? Ja, 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 dus ja ik dacht ja. ook van, hè, hoe kan dat? ja, het kan dus blijkbaar. Gebruik je wel altijd de maximale ja, ruimte ja. om... Uh, <laughs> en, ook, en dan ook de dwangbevelen van de belastingdienst, hè? Dwangbevelen. Ja, gewoon, ja. Ja. Ja, je krijgt, als je niet betaalt, krijg je eerst de aanmaning. Ja. Dan, zeg ik dat goed? Aan, herinnering, aanmaning of eerst aanmaning. Nou, in ieder geval, het is gaat snel, aanmaning... Ja, ja. Gaat, en, en dan dwangbevel meteen. De Belastingdienst is niet zo makkelijk daarmee. Maar het nee, gaat het gaat meteen op Ja, gaat snel. <laughs> ja. Ja, 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 ja. En dwangbevel betekent dat, iemand, dat er iemand al... Opgezet gaat worden. Kan komen, ja. Ja, ja, ja. ja, vaak is het een belletje. Maar als je het bond maakt, dan... Uh, mm. uh, als het om grote ja, draag ja, draag gaat, ja. dan... Uh, ja. maar, maar eigenlijk, als je de rode draad dus door het verhaal is... Dat je cashflow is eigenlijk het belangrijkste. Dus tuurlijk dat je winst maakt. Maar dus cashflow ja. is wat je zegt, de zuurstof van je bedrijf. Dus... Waar je eigenlijk op moet focussen is... hoe hou je dus de cashflow uh, gaande stabiel. Ja, zo stabiel mogelijk. En hoe vergroot je die cashflow? Ja. Kijk, het is, alles is oorzaak-gevolg. En het lastige is van... oké, okay, zonder winst gaat er geen positieve cashflow komen. Mm. Dus winst is ook heel belangrijk. Dus ja, welke, is het meest, ja, welke van de twee is het belangrijkste? Ja, cashflow is heel erg belangrijk. Maar wat is oorzaak, wat is gevolg? Ja. ja. Dat is een lastige. Daar ben ik ook nog wel eens mee aan het stoeien. Ja, er is natuurlijk ook geen... Een juist antwoord, inderdaad. Want ja, als je de cashflow wil vergroten, ja, dan moet je dus eigenlijk je moet zorgen dat je omzet draait. Maar ja, als je omzet draait met producten die uh, geen, ja, geen winstgevendheid hebben, ja, heb je wel cashflow, maar ga je uiteindelijk ook weer achteruit. Ja, het is letterlijk luchtverplaatsing. Ja, <laughs> het is gewoon verbonden, dus het kan ook niet los van elkaar zien. Nee, het is connected. Kijk, ik, ja. uh, als ik voordat ik cashflow management ga doen bij mijn bedrijf, wil ik eerst gewoon zien: um, oké. Okay, Waar gaat het op uitkomen? Dus wat gaat is er winstgevendheid? Als er geen winstgevendheid is, weet ik al dat de cashflow een nachtmerrie gaat worden. Ja. Mm -hmm. Dus dan, dan wordt het eigenlijk gewoon damage control. Ja. Ik heb ook crisismanagement gedaan. Dat, deed, dat deed ik niet anders dan, dan dit. Mm. Als gewoon constant nadenken, oké, okay, hoe kan ik dit gat? Dan betalen met die. En dan zo, ja. en dan zo, dan zo eigenlijk de ballen hoog proberen te houden. Totdat, totdat de ondernemer dan winst zou gaan maken, mm. is wel interessant. Ook gewoon een soort puzzel. Puzzel, ja. Ja, ja. het schuiven met dingen. Ja, en bellen. Zeggen, ja. hey, um, um, hé, we kunnen niet betalen, het spijt me enorm. Um, over, over twee weken wel. En dan hoopt je maar dat het dan ook echt uitkwam. Ja. Um, maar ja, het punt was, zolang er geen, de, het klopte uiteindelijk in de, in de operatie niet. Daardoor waren die problemen er. En dan kan je cashflow management drie jaar lang blijven doen. En Die ballen hoog blijven houden, maar uiteindelijk creëer je alleen maar meer schade. Mm. Ja. Hé, hey, maar nou heb je als bedrijf heb je een uh, goede cashflow. En dan uh, komt het volgende gedeelte, de belasting. Als je wat overhoudt aan het einde van de rit. Ja. En uh, ja, hoe, hoe ga je dat inrichten? Zeg maar, misschien is het wel leuk om even een beetje als, als klein bedrijf te beginnen. Want je begint natuurlijk allemaal klein. Meestal ja. denk ik, uh, mm -hmm. ligt een beetje aan wat je doet. Ook uh, qua risicodekking. Maar ik denk dat heel veel bij een eenmanszaak beginnen. Ja, bijna ja, allemaal. Bijna allemaal. Dus veruit, natuurlijk, ook het meest makkelijke. Ja, ja het meest makkelijke. De, de belasting willen we zo even in de volgende helemaal uitwerken. We kunnen wel wat. Ja, waar wij dat doen? Of, ja, wel, ja. Wel, of qua bedrijf misschien wel al belasting bijpakken? Nou, ik kan, ik kan er wel iets over zeggen, wat, wat wel heel erg interessant is. Van de basics. Ja, ja. Dit jaar is bijvoorbeeld de willekeurige afschrijving is een regeling die is opengezet. Dus de overheid is ook wel echt wel bezig vaak met het stimuleren van het MKB om, te, om investeringen te doen. Dat jaagt natuurlijk de hele economie aan, het hele apparaat. Ja. Maar die regelingen zijn vaak niet bekend bij ondernemers. Dus deze regeling waar ik het over heb, staat dus alleen dit jaar um, open. En hier komen eigenlijk wel een hele hoop, hele hoop dingen mooi samen. Want wat houdt die regeling in, willekeurige afschrijving? Nou, begrijpen jullie een beetje wat de afschrijving is? Mm -hmm. Of is dat nog vaag? Ja, misschien kunnen we het kort uitleggen voor de ja. luisteraars. Ja, misschien dat bepaalde anders. luisteraars denken: van. Uh, Oké, okay. ja. nou, hier <laughs> komt eigenlijk al het verschil tussen cashflow en winst naar voren. Dus in plaats van dat jij een ton zou investeren en die in één keer van je winst aftrekken in een machine, zeggen we eigenlijk: nee, die machine die, die heeft sowieso nog een waarde en gaat veel langer mee. Die is niet direct weg. Het is niet een kost. Dus die gaan we spreiden. Dus we gaan, die een, we gaan daar een geleidelijke waardevermindering in doen. En vaak uh, belastingtechnisch gezien is dat vijf jaar. Mm -hmm. Dus in dit geval 20.000 euro afschrijving per jaar. Dus we hebben niet ja. één jaar een verlies en dan vier jaar daarna een uh, een grote winst, maar we hebben het mooi uitgesmeerd. Dat is gewoon lineair dan. Ja, dus lineair afschrijven. Ja, 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 ja. ja, ja, ja inderdaad. Hmm. Ja. Um, dan wat die regeling dan zegt. Stel je overweegt nu dit jaar, wat interessant is, om, om een nieuwe machine te kopen. Wat dan de regeling zegt is, dat je mag tot 50%, mag je dit jaar al afschrijven? Mag je dit jaar, dit jaar al van je winst aftrekken? Wat is daar interessant aan? Dan wordt je winst lager, betaal je minder belasting direct. Ja. Dus je hebt, want de Belasting betaalt gewoon een gedeelte mee aan die machine, zo kan je het eigenlijk in feite zien. Dat betekent dus dat je cashflow veel eerder terug is. En dat is interessant. Uh, bovendien kun je ook nog investeringsaftrek eroverheen krijgen. Waardoor je dus het eerste jaar al best wel veel um, terug hebt verdiend van die, van, van die machine. Ja. Nou, als je dit soort regelingen weet, dan is het best wel bepalend als jij aan het twijfelen bent in Q4 van dit jaar om, om, om iets aan te kopen, ja of nee. <laughs> ja. Hè, want als je dan per ongeluk um, het even uitstelt en het in januari doet, is de regeling weg. Ja. Hmm. Dit, dit zie ik heel vaak. Ja. <laughs> ja. ja dat, dat je eigenlijk dus steeds uh, de, de, de kansen mist. Dus ze zijn er, maar ja, je moet die ze wel bewustwording weten. van die regelingen die zijn gewoon enorm belangrijk. Om het, ja. daarmee, als je dat gewoon niet weet, dan loop je dit gewoon mis eigenlijk. Ja. En dan moet ik wel zeggen dat het heel lastig is om hier wel weet van te krijgen als je niet constant mee bezig bent. Ja. Ja. Want de accountant is vaak, wat we, wat we hadden al hadden, uh, met al het respect van zijn dienstverlening, is super waardevol, maar heel reactief. Dus is, er zijn weinig accountants die proactief een rondje gaan bellen naar alle klanten van de regelingen die openstaan. Ja. En dat, daar zit het ding ook meteen in. Is van als jij dus dat niet doet, dan, ja, weet een, dan moet letterlijk een ondernemer per toeval erachter komen dat die regeling er is om er gebruik van te kunnen maken. Dus ja, dat vind ik nou wel leuk met uh, mijn Instagram. Uh, niet om mezelf te promoten, maar dat deel ik dit soort dingen wel. En dan ja. krijg ik dus nu al, al wel eens terug van... hé, hey, uh, ik had het overleg met mijn accountant... en uh, thanks voor de tip, ik ga het nu gebruik van maken. Ik ja. heb er even twee, twee ton extra overgehouden dit jaar. Uh, nou maar ja, ik nou, er nou, ja. Nou, het, is, het is in principe sneller terug. Hè? Als je ja, hierover ja. nadenkt. Je investeert als je, als je investeert een ton. Als je direct dit jaar daarvan 30.000 euro... Behoud, om het zo even te zeggen, dan heb je dus netto 70.000 geïnvesteerd. Die 30 kan je weer doorinvesteren in bijvoorbeeld ads. Als je weet dat daar een rol als van 1 op 8 uitkomt, zie je de katalysator hiervan. Ja. Dus, dus je kan het heel, als je weet wat je aan het doen bent, is het heel krachtig om dit te gebruiken. Mm -hmm. ja. Ja. Ja, dus je stelt eigenlijk die belastingbetaling uit. Tenminste, je hebt Juist. nu meer winst over. Daar ga je ook weer rendement op maken en dan gaat je bedrijf harder groeien, waardoor je het eigenlijk dubbel, dubbel op uh, winst is. Het hele spel binnen belasting, want je gaat er niet aan ontkomen... tenzij je heel rigoureus gaat zijn, dus echt Nederland gaat verlaten... is om belasting uit te stellen... om met het uitgestelde belastinggeld meer geld te maken. Ja, ja. precies hetzelfde eigenlijk met pensioen beleggen voor, uh, voor je privé. Exact, dan hoef je hetzelfde. nu geen, uh, nu geen uh, belasting over te betalen... maar pas als je met pensioen bent, dus dan kun je... Hou je meer over, wat dus meer uh, rente op rente heeft. Ja. Maar weet dat? als je een eenmanszaak hebt, dan hou je wel meer over uiteindelijk. Want stel je voor dat jij, als jij bewust bent van die regeling. En die regeling was een paar jaar, denk ik. Of, of die... Alleen dit jaar. Alleen dit jaar. Okay. Ja, okay. Oh nee, anders dacht ik van anders kan je natuurlijk kiezen. Stel je voor je weet van dit jaar ga je, nieuw, ga je veel meer winst draaien door weet ik voor wat. Goed jaar, of, uh, of, of noem maar op. En volgend jaar ga ik een minder jaar draaien. Dan zet je hem dit jaar in. En dan, hou je Effect, dit, ja. dan ga je misschien een schijf lager zitten. Precies. Ja. Dus, uh, dus, ja. Ja, uh, en andersom ook. Als je weet dat het volgend jaar beter gaat worden dan dit jaar, dan zou je dus kunnen overwegen: van oké, okay, ik heb dan die willekeurige afschrijving. Hoeveel is mij dat dan eigenlijk waard? Ja. Kan ik het dan niet toch beter misschien volgend jaar doen? Ja, 100%. Maar die regeling hebben ze dus één jaar gedaan. Ja, het is één jaar opengezet ja, om wat uh, cash te genereren. Tja. Ja, maar ja. Ja, daarom, je moet dat maar net weten. Want elk, elk jaar is dat weer anders. Ja. Want je kunt nu wel zeggen van. Uh, weet ik veel, uh, je hebt standaard zoveel uh, zelfstandige aftrek... Uh, startersaftrek, blablabla... maar al die dingen veranderen dus ook weer elk jaar ja, constant. Maar, <laughs> maar is gewoon... het is toch gewoon super raar... dat je continu dingen verandert ook? Want ik bedoel, moet je nagaan ook hoeveel tijd en geld erin gaat zitten... om dat weer open te zetten, die regeling weer te doen... daar weer mm. apart naar te kijken... Moet je nagaan wat voor belastinggeld dat ook kost... om überhaupt de hele tijd te wisselen in regelingen. Ja, ja daarover ja. debatteren voordat het überhaupt er doorheen is. <laughs> ja, ja, Even ja. eerlijk, daar gaat gewoon heel veel geld in zitten. Ja. Ja, en dan levert, dan levert misschien de economie misschien ook weer wat op... omdat de bedrijven er iets beter mee om kunnen gaan. Maar als je het de hele tijd gaat wisselen, waarom zou je dat überhaupt doen? Ik bedoel, als je een goede regeling hebt en de economie gaat er beter lopen... hou hem erin. De politiek is op dit moment heel reactief. Ja. Dus economie remt wat af... We moeten iets bedenken. <laughs> dan krijg je dit soort dingen. Ja. Er is ja, absoluut geen lange termijn visie. Uh, nee. Nee. Er zit niet echt een idee achter. Nee. Tenminste, mijn inziens. Maar um, ja. Als, als ik er was, zou ik meer op innovatie gaan zitten. Ja. Dat is lange termijn, namelijk. En dan daar, re daar regelingen voor openzetten. En uh, investeren is goed. Maar ja, ze doen natuurlijk ook wel met milieu-investeringen. Die regelingen staan wel veel langer open. Mm -hmm. Daar kan je ook echt wel goede voordelen op behalen. Maar ja, dan. Uh, moet je ook maar weer net even weten, natuurlijk. Ja, ja. 100%. Ja. Dat is ook een hele wetenschap op zich, hè? Tja, ja. ja. Dus ja, als ondernemer is het dus ook wel uh, belangrijk... om op de hoogte te zijn van bepaalde regelingen... wat er in dat, in het, ja, in dat belastingjaar van toepassing is. Of iemand te hebben die gaat kijken van... Uh, ja, hoe kun je dat gedurende het jaar al... Uh, waarschijnlijk in uh, ja, misschien Q3, Q4 echt al bij gaan sturen... van uh, hoe kun je maximaal gebruik maken van zo'n regeling... De beste, het succesrecept is als volgt. Weet ongeveer waar je op winst gaat uitkomen begin van het jaar. Ga dan naar iemand toe die voor jou een belastingplan maakt. En laat je gewoon even vertellen wat de regelingen zijn die dat jaar spelen. Wat de tarieven zijn en waar je ongeveer op zou uit gaan komen als dat het wordt. Als je dan een goede structuur hebt staan en je weet tussendoor of het ook echt dat cijfer gaat worden. kun je dus al die keuzes gedurende het jaar gaan maken. En je gaat ook kansen voorbij zien komen die je denk ik kan gaan plaatsen binnen het belastingperspectief. Dit, is, uh, dit heb ik eigenlijk van een klant van mij geleerd. Hmm. Die zag ik dat doen toen ik uh, zelf nog best wel re reactief, ook als boekhouder was. Die, uh, die wilde aan het begin van het jaar weten, die maakte zelf een budget. Die wilde aan het begin van het jaar weten: oké, okay, hoeveel gaat er uitkomen dit jaar als ik dit doe. En die komt gedurende het jaar die met nieuwe vragen: Zei, als ik nou dit investeer, hoeveel gaat het dan vanaf? En die lukt het altijd om zijn rekening nou, soms wel te halveren. Om allemaal de allemaal keuzes die die, die die maakte. Dus dan in één keer een nieuwe bedrijfsbus. Want dan kon hij daar investeringsaftrek over krijgen. En dan wist hij er: oké, okay, dan gaat er weer zo weer van af. En die, die maakte daar een spel van. Prachtig. Ja. ja. Maar dan ben je dus ook heel erg um, ja, nu bezig met het creëren van je belastingrekening. In plaats van dat je wacht. Dat je niet, dat je niet eens weet waar je op uitkomt. Vervolgens dan een één keer te horen krijgt van uh, 20, 30.000 euro te betalen. Dat je kapot schrikt. denkt ik van: hè, huh, kan dat? Ja. Compleet. Het is, de hele, uh, ja, dit is helemaal, om, helemaal omgedraaid. Ja. Ja. Je krijgt eigenlijk gewoon weer. Uh, de, je neemt zelf de leiding en je krijgt zelf weer verantwoording. Over van oké, okay, welke keuze ga ik nemen om uh, of maken om, uh, om weer uh, beter uit te komen als het ware. Eigenlijk wel. Ja. ja. ja je, je zou nog zelfs hier ook dat stukje pensioen beleggen in het hele totale verhaal kunnen meenemen. Ja. 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 ja zo zie je hoeveel dat kan opleveren als je, ja, als je mm -hmm. daar echt mee aan de gang gaat. Of echt een goede adviseur <coughs> hebt, die, die je daarmee op weg kan helpen. Ja, ja. ja. Ja, Weet je, wat zeker? je zegt, je ontkomt er niet aan dat je belasting gaat betalen en je kunt het wel handig inrichten dat het gewoon veel efficiënter is. Zeker. Uh, 100%. Kijk, als jij, ik ben wel van mening, en dat begin ik steeds vaker te zien, mensen komen bij mij, belasting triggert op een of andere manier mensen heel veel. Die komen bij mij, willen een paar duizend euro belasting besparen. Nou, leuk. Dan denk ik, ja, ik kan als een, als een aap een trucje doen. Maar wat ga je daarmee doen? Zeg maar, als het antwoord is, um, ik ga er privé weer gewoon lekker onbewust mee verder, ja, dan haak ik gewoon echt af. Waarom zouden we al die moeite doen? Waarom zou ik je dingen leren? Het, het, het maakt helemaal niks uit. Betaal dan lekker iets iets, te veel, iets iets meer belasting. Kan je lekker onbewust met je leven doorgaan? Helemaal goed, weet je wel? Het is gewoon een keuze. Uh, en sommigen komen ook um, op de trigger belasting. Dat is helemaal grappig. Daar gaan we zo meteen dan in de volgende aflevering wel wat, wat dieper op in. Uh, die betalen nog niet eens belasting. Ze zijn toch al getriggerd door belasting. <laughs> nee. ja, ja, ja. Ja. Ik wil belasting besparen. Ja, ze zijn zo bang dat ze belasting moeten gaan betalen. Ja, ja, dus, uh, ja ik, het is een fascinerend onderwerp. Ja. 100%. procent. Willen we hem dan, zeg maar, wel nu het stukje welvaart pakken of willen we dat ook dan... Ja, het stukje welvaart in de zin van... Nou ja, je hebt natuurlijk uh, aan het begin hebben we een beetje bedoeld van oké, okay, het is dus eerst ga je van omzet naar meer winst, mm. dan ga je van meer winst naar uh, wat je dan overhoudt, dat je daar minder belasting over hoeft te betalen, en vervolgens houden we wat over en dat is dat stukje welvaart. En daarmee zorgen dat je niet meer in die eindeloze dat cirkeltje blijft dat je altijd maar nul overhoudt. Ja. Zullen we dan nu die welvaart erbij pakken, of willen we dat straks naar de belasting uh, doen? Ja, ik wil nu wel een stukje doen. Ik denk dat het wel interessant is wat jij net zei: van uh, ja, wat je dus ziet, als dus jij iemand gaat helpen met belasting besparen, maar hij is vervolgens onbewust... in hoe hij met zijn geld omgaat. Dat is dus één, uh, één optie. Maar hoe ja. zou jij het dan liever willen zien? Of hoe, wat is de ideale situatie? Nou, waar ik direct op aanga... is um, als iemand bij mij komt... met de motivatie... Hey, als jij mijn 2.000, 3.000 euro kan besparen dit jaar... dan staat dat gelijk aan een extra maand... aan tijd die ik op mijn rekening over heb straks. Ja. Vrijheid. Onafhankelijkheid. Mogelijkheden. Ja. Dan, dan denk ik, oké... Okay, dit, dit uh, makes sense... Hmm. Want als jij vrijer en onafhankelijker wordt, ga je gewoon meer langetermijn denken. Als je meer langetermijn gaat denken, ga je gewoon betere keuzes maken. Geld is heel simpel. Um, vroeger moesten we de bossen in om uh, te jagen om, om aan ons voedsel te komen. Nu hebben we geld nodig om boodschappen te doen. Geld is het overlevingsmiddel geworden. Maar we kunnen daar nou ook op blind staren. En die overlevingsmechanismes gaan aan op het moment dat we denken dat we niet genoeg hebben. Dus je tackelt dat. Je zet dat ook helemaal uit met, met, met een goede buffer voor jezelf. Ja. Dat maakt dus dat je per definitie al een betere financiële toekomst gaat creëren. Um, en wat dus interessant is, um, dat, dat, dat die term welvaart. Um, een synoniem daarvoor is welzijn. Dat al, heeft al een hele andere lading als je het mij vraagt. De letterlijke vertaling daarvan is voorspoedige reis. Voorspoedige hmm. reis. Uh, wat toch grappig is, want de reis suggereert dus al, of zegt eigenlijk per definitie, dat het geen eindbestemming is. Dus de reis waar, waar naartoe? Ja, het is de, re de reis van het leven, denk ik, dat daarmee wordt bedoeld. Mm. Uh, maar wij, wij zien natuurlijk ook, ook hier in de westerse wereld heel erg um, het als einddoel miljonair worden. Dan is ja. het klaar. Ja, dan is het klaar. Dan is, ja, dus dan game, gewoon ga zitten, is het gewoon gaan zitten en dan, 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 dan hoeft het allemaal niet meer. Nee, dat is allemaal goed. Ja, dan is de game, de game uitgespeeld. Nou, ik kan je zeggen, ik heb met uh, mensen uh, gewerkt die loaded zijn. Over 100 miljoen. Ja, die. Het is nou niet dat ik denk dat ik daar de mooiste personen helemaal gelukzalend... genietend van de wereld, van al het mooiste dat het te bieden heeft, daarin terugzie. Verre van eigenlijk. Die zijn, dus achtergekomen dat de, die zijn dus achter de illusie van rijkdom gekomen, wat ik dan noem. Um, en dat is dat, dat geld je hele leven goed gaat maken. Nee. Nee. Het is zeker een geluksbepalende bepalende factor... Maar ik denk dat als jij zelf van jezelf ook gelukkig bent en er komt er nog geld bij, het gewoon katalysator is gewoon versterkend, veel versterkend werkt. Ja. Maar het gaat niet iets in jou wat het lege is opvullen. Nee, mensen denken altijd dan dat rust komt van dat je al je behoeftes kan vervullen, zeg maar. Maar echte rust komt gewoon van geen behoeftes hebben. Want vaak, hoe meer, hoe, hoe meer geld je hebt, dan krijg je krijgt steeds meer behoeftes. En dan denk je denkt, oh ja, ik heb meer geld, dus dan kan ik die behoeftes vervullen. Maar je blijft continu dat achterna jagen. Terwijl op het moment dat je beseft, van, oké, okay, als ik nou gewoon ik kan wel een hele hoop geld hebben. Maar als ik gewoon geen behoeftes heb, dan heb je echt de rust van binnen. Want dan hoef je niet niks achterna te jagen. En dat is natuurlijk gewoon het verschil wat je dan gewoon ziet. Klopt helemaal wat je zegt? Als je de definitie daar nog even bijpakt, de mate waarin je in behoefte kunt voorzien. Ja. Als je behoeften nul zijn, dan ben je dus heel welvarend. Ja. ja. Uh, als je het ook helemaal plat slaat bij financiële onafhankelijkheid, zijn twee knoppen waar je aan kan draaien: inkomen uitgaven. Mm. Ja. ja, 100%. Ja, dus hoe minder uitgaven je hebt, hoe sneller je vrij bent. Juist. Wat het voorbeeld noemen. De persoon die een miljoen per jaar aan behoefte inkomen heeft, maar 800.000 heeft uh, of 800.000 euro verdient, is minder welvarend dan iemand die 30.000 euro verdient en 30.000 euro behoefte heeft. Ja. Ja, daar hadden we het in de vorige podcast over. Daar had ik een, een hele lange monoloog over. Van dat, dat daarin is gewoon heel belangrijk dat je weet wat je wil. Want heel vaak denken mensen gewoon weer van: oké, okay, ik wil meer dingen, meer luxe en dat soort dingen. Maar eigenlijk, daarmee zet je jezelf juist helemaal vast. En als je weet van jezelf: van... eigenlijk wil ik echt de vrijheid en gewoon kunnen doen wat ik wil. dan hoef je dus al die behoeftes niet te hebben. dan hoef je niet al die dingen te kopen. En dan kan je dus met veel minder geld al gewoon heel vrij zijn. Ja, 100 procent. Spot on. Ja. Ik heb zoveel mensen gezien die um, ja, ook allemaal op zoek waren naar um, he heel veel geld, maar niet concreet konden zeggen wat ze daar dan mee wilden gaan doen. Want geld is een middel hè, om iets te, te krijgen. Het is, niet, ja, het is letterlijk wat jij, de betekenis die jij aan geld geeft, is de betekenis die het wordt. Maar als je niet concreet voor jezelf maakt wat je daar nou mee wil, dan blijft het toch eeuwig vaag ook. Hmm. Dan ga je het ook helemaal niet zo snel bereiken. Uh, ik had iemand die, um, die dacht dat hij 10k per maand nodig zou hebben. Toen ging, ik daar, uh, toen ging ik met hem even samen rekenen. Bleek zes te zijn. En dat was een ideale leven. Ideale leven. 6000 euro omzet per maand. Nou, je, 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 je had hem moeten zien. Hij was in één keer extreem gemotiveerd. Wow, is dat zo binnen handbereik? Nou, dat, nou nog, nog een keer mee, 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 mee laten zien van... hé, hey, ja, als we dit en dit doen, dan heb je dit net als salaris. Belastingaspect ook, ook in meegenomen. En dan heb je toch, toch wat je wilt. Ja, ja, ja. ja. Zo, zo snel kan het gaan. Maar ja. 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 Ja, 100% het kan echt heel hard gaan. Ik bedoel, vooral helemaal als je nog echt jong bent en je hebt eigenlijk gewoon nog niet echt vaste lasten. Je woont misschien zelfs nog thuis en je zet dan al een bedrijf op. Zoals ik nu naar mijn eigen situatie kijk. Ik ben dan het van, van tijdens mijn studie weer naar mijn ouders. Omdat ik met mijn bedrijf bezig gewoon Ik wil gewoon alles investeren. Was toen ook corona. Ik denk, ja, kan helemaal niks. Dus um, ja, bijvoorbeeld als ik nu 2000 euro per maand zou verdienen. en ik zou willen gaan reizen. en ik zou een beetje naar een land gaan waar, waar het allemaal wat goedkoper is. Ben ik eigenlijk gewoon 100% vrij, dus heb ik maar misschien zelfs met 1500 zou ik dat kunnen doen, dus dan heb je eigenlijk ligt die vrijheid zo dichtbij, weet je wel. En dat is denk ik voor een hele hoop mensen zo: mensen denken altijd van oh ja, ik moet echt heel veel geld hebben, dan ben ik vrij of zo, maar dat is eigenlijk gewoon niet waar. Illusie, ja, echt een illusie. Maar dan is de vraag ook: wil jij het dan gaan zien? Vaak, ja. ik heb soms ook: dan maak je het zo concreet en dan lijkt het net alsof ze. Denken, ...dit is te mooi waard waar zijn, dit kan niet waar zijn. Ja, ja. Zo, zo raar iets. Ja, dat daar kom je weer op de psychologie uit, maar... Ja. ...ja, dat vind ik ook wel heel, uh, heel boeiend. Ja, maar ja. het is nou wel mm. vaak zo, inderdaad, als je mensen vraagt... ...die gewoon eigenlijk helemaal niet bezig zijn met wat ze nou willen... ...dan zeggen ze van, ja, het lijkt me echt heel mooi... ...als ik gewoon echt heel veel geld zou hebben. Als ik echt heel veel geld zou hebben. Alsof dan gewoon alles in één keer goed is. Terwijl, ja, daar, daar begint het pas, want dan denk je... Hè, ...wat wil wat je dan nog gaan doen, weet je wel? Ja. En eigenlijk draait het gewoon om wat je wil... Dat is heel ja. belangrijk. Ja, en waarom zou je die vragen nu al niet, niet aan jezelf ja. stellen? Ja, want hm. dat is super makkelijk. Je zou dat, dat nu gewoon... gewoon kunnen stellen. En als je dat gewoon al weet, dan, dan loop je al gewoon tien stappen vooruit. Eigenlijk ja, wel. 100%, ja, Ik denk dat voor de meeste mensen ook het probleem is dat ze gewoon... Ze hebben niet het stukje bewustzijn van... Oké, okay, als ik bijvoorbeeld mijn geld uh, spaar en ik koop in plaats van een hele dikke auto van dat spaargeld... Hou ik het en ga ik er iets mee doen? Ze hebben ook niet dat stukje denk ik, bewustzijn van... Ja, wat kun je dan met geld doen wat, wat over is? Dus ja... Ik weet toch niet wat ik ermee moet doen. Ik, ik zou niet weten hoe ik daar mijn vrijheid mee moet kopen. Ja, ik koop maar gewoon, uh, weet ik veel, mooie spullen of een dikke auto. Want ja, uh, wat moet je er anders mee? Inmiddels ben ik echt van mening dat 80% van ondernemers financieel onbewust is. Jij bent echt een van de weinigen die ik zo hoor dat je, hoe je dit allemaal hebben ingericht. Al zo uh, uitgekristalliseerd. Um, <laughs> maar vaak denk ik... Um, kijk, mensen zeiden bij mij... een van de eerste recensies die ik opnam, videorecenties... Toen kwamen ze aan met de, met de term financieel rust. Ik denk... Financieel rust. Het is dat toch? En de tweede zijde, de derde zijde, en nu zegt iedereen het. En uh, dacht ik, oké, okay, ja, blijkbaar creëer ik financieel rust. Maar ik zie dat heel veel zijn er toch echt wel bezig met financiën. Financiën zijn gewoon vaak een heel gevoelig onderwerp. We hebben, we hebben geen probleem om te praten met de partners die we hebben gehad en wat we er allemaal mee hebben gedaan. Maar uh, hoeveel er op je rekening staat en hoeveel je verdient. Dan gaan we ook altijd een beetje zachter praten en zo. Ja, dat is heel ja, gevoelig. Ja, hè? ja, ja. ja, voor ja. Nederlanders ja. is dat geen goed. Uh, geen goed topic. Dus nee. ik dacht, hoe, hoe kan dat nou dat dat, dat, dat die uitkomst iedere keer uitkomt? Maar hoe meer ik om me heen kijk, hoe meer ik zie dat echt heel bijna iedereen financieel onbewust is. En ook niet helemaal door heeft welk spel ze spelen, waarvoor ze het doen. Hij mag gewoon iets aan het doen zijn. Met het idee van, hè, als ik maar groot genoeg word, dan blijft er uiteindelijk wel heel veel over. Ja. Ja, maar dat is gewoon als jij gewoon elke, maand uh, je geld is elke maand op en je bent gewoon niet echt bewust van uh, waar het allemaal heen gaat. En je geeft het gewoon uit aan van alles. En je gaat uh, omzet draaien met je bedrijf. En dan ga je een uh, Audi Q7 leasen op de zaak. En dan is weer al uh, je cashflow naar de kloten. Ja, als je dat maar blijft doen, dan kan ik me voorstellen dat je wel heel onrustig blijft. Want je, 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 je maakt misschien bakken met omzet. Maar ja, als je het elke keer weer uh, die, terug naar nul trekt, ja, dan word je nooit rustiger. Klopt. Ja, klopt. Maar krijgt het klopt. er maar zin in, joh? Want ik bedoel, als je gewoon überhaupt om je heen kijkt, ni niemand is hiermee bezig. We werken wel allemaal 40 uur per week en ja. we doen allemaal hard ja. om wat over te houden. Maar uiteindelijk, ja. niemand kijkt een keer van: oké, okay, ja, wat, wat zijn nou mijn uitgaven? Waar kan ik op misschien bezuinigen? Wat, wat wil ik nou echt? Mm -hmm. Wat is voor mij belangrijk? Misschien moet ik daar meer geld aan uitgeven. Nee, het gaat allemaal gewoon in een cirkeltje. Ja, en ja, Het, het erg is, omdat dus zo'n grote groep dit heeft, eh, ondernemers, eh, heb ik inmiddels gezien, praten over alles met elkaar, ook over dit. Maar. Jouw problemen, die heeft de ander ook. Wat zo'n grote groep die problemen heeft. Dus het is, is ook een soort van normaal, weet je wel. Nou ja, ja. Het, het is gewoon hoe het is. Weet dus wel. Wel, het is gewoon vervelend dat het allemaal er is. Maar ja, ja, ja. klopt. Maar ja. Het, is, het, het is overal zo. Want bijvoorbeeld ja. mijn vriendin die, die woont in Spanje. En die, die ouders hebben een restaurant. En die verkopen een menu voor 11 euro. En dat is het, zeg maar een voorgerecht bij hoofdrecht, nagerecht en gewoon een drankje. Dat is gewoon, dat is helemaal niks. En het eten is echt top daar. En dat zeg ik niet omdat ik. Uh, uh, omdat ik uh, iets met, met hen heb, zeg maar. Maar het, het, het is, het, ze hebben zoveel werk... dat ze gewoon keihard moeten, uh, moeten werken. En ze houden eigenlijk gewoon niet heel veel over. Dus ik zeg altijd van... ja, gooi die prijs iets omhoog... want dan heb je misschien iets ja. minder werk. Maar ja. je verdient veel meer. Maar dan zeggen ze... nee, 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 ja, we hebben het altijd zo gedaan. Maar moet je nagaan. Dan werk je dus gewoon helemaal de pleuren in. Dan ben je elke dag gewoon echt gewoon keihard aan beuken. En dan hou je net wat over. Terwijl als je gewoon even kijkt van... oké, okay, hoe staat het ervoor... Uh, misschien kunnen de prijzen wel gewoon iets omhoog. Want overal zijn de prijzen omhoog gegaan. Um, en dat soort dingen. Als ze daar gewoon even naar kijken. dan kunnen ze gewoon gelijk hun hele business. gewoon veel makkelijker maken. Houden ze meer over. Hebben ze waarschijnlijk ook iets meer tijd over. Dus het wordt allemaal beter. Maar daar kijkt niemand naar. Dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat iedereen hier heeft, gewoon die fulltime werkt. Mm -hmm. en die daar nooit naar kijkt. Je, je werkt keihard, maar je kijkt nooit naar hetgene wat je nou aan het doen bent. inderdaad, die processen waar we het net al over hadden. Weet je wel, die bel slijpen. Mm. Dat, dat doet niemand. Nee. Terwijl dat eigenlijk gewoon het belangrijkste is. Als je dat hebt gedaan, dan kan je weer verder. en dan kan je weer bijsturen. en dan kan je weer kijken van. oké, okay, hoe gaat het nu? En dan kan je daar elke keer weer op bouwen. Ja, klopt. Het is, ja, ja. t is, t is zo simpel. Ja. Ja vind de mooie, mooiste anekdote daarin, vind ik ook van. Uh, iemand vertelde dat een keer over Mike Tyson. Dat die kerel die ging dan uh, vechten. dat had hij een gevecht en dan pakte hij gewoon een paar miljoen. Maar hij ging dan tussen die gevechten in. kwam hij gewoon elke keer zo uit dat gewoon tijdens. Ja, als hij dan weer een volgend gevecht had, dan was al zijn geld gewoon op. Mm -hmm. Dan was hij gewoon <laughs> gaan gokken, was hij gaan zuipen, gaan. Uh, gaan uh, weet ik veel wat hij allemaal was gaan doen. En als je dat dan zo vertelt dan, uh, dan denken mensen denk ik heel snel van oh ja, dat is dom, weet je wel? Uh, waarom doet die kerel dat? Maar eigenlijk is dat gewoon precies wat iedereen elke maand doet. Oh ja, dat is Klopt. Zo. in het Eigen klein. Doet iedereen iedereen doet, dat klein. doet dat in het klein. In het klein ja. Maar dan lijkt het niet zo erg, maar eigenlijk doe je gewoon precies hetzelfde. Ja. Je krijgt geld ja. en je denkt oh, ik heb geld. Ja. Ik uh, ga dit oh, dit allemaal doen. Eigenlijk ja. nu ja. dat ze zegt hè. Is... Iedereen loopt daarop op te haten, maar eigenlijk doet doe doet gewoon 90% doet procent gewoon dat. Ja. ja, iedereen doet hetzelfde. Ja, ik het laatste ik had niet helemaal meer voor de geest want die had de lotto gewonnen. Zo'n mm. verhaal, echt uh, krankzinnig bedrag binnen acht jaar, alles op, <laughs> ja. alles op. Ja, ja, dat was bij uh, bij lotgenoten die kerel van die flippo's. Ja, ja, die kerel die had 30 miljoen en kerel. die zit nu gewoon in de, in de bijstand. In de bijstand ja. ja, oh joh, ja, weet je verhaal. Ja, ja ze zijn ja, natuurlijk zo, ja. zat voorbeelden die gewoon ja. alles doorheen jagen ja. Ja. en dan is het ook zo weer weg. Ja, daarom ik heb uh, ik had een uh, paar jaar terug iemand die had een uh, klapper gemaakt met uh, NFT's. Ja als het eerste wat hij tegen mij zei is dan... ja, ik wil eigenlijk een Tesla gaan kopen. Ik zei, ehm, waarom wil je een Tesla hebben? Ik kon, kon niet echt antwoord op geven. Uiteindelijk komt het gewoon de status. Dus ik, dat ik hem ook uitgelegd wat geld kon betekenen. Dat dit het is een fase in zijn leven. Jonge gast, begin twintig. Eh, dat deze keuzes nu letterlijk zijn financiële status... Eh, voor de rest van zijn leven bepalen. Dus dat hij heel goed moet nadenken of dat dit de juiste keuze is. Hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan... Kijk, dan denk ik, ja, dat vind ik, dat vind ik mooi. Want er zijn, dit zijn cruciale keuzes, want als je dit doordenkt... Mm. ik zei tegen hem bijvoorbeeld ook van besef even dat je nu geld hebt om in één keer een huis te kopen. Je hebt je hele leven, kan je geen woonlasten meer hebben. Mm. Denk dat even door, je hele leven. Ja. Want de woonlasten zijn onze grootste uh, uh, uitgavenpost. Oh. Dus je had, dat soort simpele dingen. Maar ja, zijn eerste instinct was ook een auto kopen. Ja, zo ken ik ook iemand die bij mij, die ik van de studie ken, die die had ook, uh, ik weet niet wat hij precies deed. voor mij uh, deed hij in die, um, die crypto mine machines zeg maar die, uh, ja, dat is gewoon zo'n, zijn uh, van die computers, er zit gewoon zo'n schijf in die gewoon continu draait. Da daar, daar traden die in of zo. had hij een bepaalde constructie voor? En daar heeft hij, nou, ik weet niet, ik denk, ik denk iets van een ton mee verdiend of zo. Ik weet niet precies het bedrag hoor. Maar toen heeft hij ook gewoon heeft hij een, een dikke auto gekocht, een Rolex gekocht en nog wat dingen. En dan heeft hij nu niks meer over. Zeg maar, of nou, hij heeft nog wel wat over, zeg maar, maar niet meer. Terwijl ik denk van, ja. oké als joh, je, als je die voorsprong had, die dat heeft hij letterlijk gewoon in anderhalf jaar tijd of zo verdiend. Ik denk, als je dat gewoon had geïnvesteerd... dan had je zo'n grote voorsprong voor de rest van ons leven. Ja. Kijk, ik weet niet hoe, ze, hoe de rest van zijn financiële situatie is. Misschien heeft het ook wel andere dingen, hoor. Maar in ieder geval, ja, dat vertelde hij zo. Toen dacht ik van, ja, keel, je had gewoon vastgoed kunnen kopen. Je had, je had allerlei dingen kunnen doen, joh. Ja. Je had echt, echt zo'n grote voorsprong kunnen creëren. Ja. Ja, nu ben je gewoon weer terug bij af. Ja, nu ben je ja. weer terug bij af. Ja, je ja. Hebt, je ja. hebt een leuke auto, die, die schrijft uh, ik weet niet hoeveel af. Ja, de eerste nee, keer de sleutel omdraait bij al 25.000 euro kwijt. Nou, ja. Ja, ja. Dan heb je die Rode die blijven misschien een beetje hetzelfde. Nou, ja, dat ik is wel een nog... goede investering. Ja, ja, dus, uh, kan. De cycli is weer op nul. Ja, de cycli ja. is weer op nul. Grappig hoor, dat cirkeltjes iedere keer nul. Ja, Ik noem dat de ondernemers red, red race inmiddels. Ja. 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 Ja, net zoals dat je in loon vast kan zitten, kan je ook hierin ja, vast zitten. De red race heb je natuurlijk in alle formaten. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Ja. Alleen dan en de ene die misschien iets meer lijpe dingen en die rijdt een uh, dikke wagen. Maar ja, die zit eigenlijk ook gewoon in een red race. doet ja. ook, ja. ook weer hetzelfde. Mooiste ja. voorbeeld inderdaad, wat wij altijd tegen elkaar zeggen. Dan rijden we op de snelweg of zo. Dan zie je allemaal dikke auto's. Dan zeggen we tegen elkaar: Ja, maar stel je nu eens voor, hè, die man die rijdt nu in een, weet ik, van auto van een ton. Maar waarschijnlijk heeft hij gewoon, uh, ja, je kunt daar niet over oordelen. Maar dan even een beetje de average uh, mensen. Die rijdt misschien een auto van een ton. Hij heeft gewoon een baan in loondienst. Hij krijgt misschien, uh, weet ik veel, misschien heeft hij een supergoed salaris. 4.500 5.000 euro uh, uh, netto of bruto, maakt niet uit. Maar. Als het puntje bij paaltje komt, gaat al dat geld van zijn hele goede salaris gaat in die dikke auto zitten. In nog een dikker huis, omdat hij gewoon netjes wil wonen. Maar resulteert erin dat hij eigenlijk geen ruk, geen ruk verder komt. Omdat hij gewoon nog steeds elke maand al dat geld kwijt is aan hogere lasten. En dan zitten wij met z'n tweeën in de auto. En dan denken we echt van onszelf: van ja, gast, weet je. Als je dat nou gewoon even wat anders doet. En uh, je zou dat geld gewoon gebruiken. En je zou gewoon in je oude auto nog tien jaar blijven rijden. Dan zou je gewoon, uh, dan zou je gewoon uh, in een periode van 10, 15 jaar zou je gewoon helemaal vrij kunnen zijn. Ja. Alleen niemand doet het. Nee, precies dit. Nee, en het nadeel is natuurlijk nu dat je krijgt, dus dat, dat zoveel mensen het niet doen. Dat die allemaal partijen stemmen die, die populisme een beetje op gang brengen. En denken: van oké, okay, we moeten alles van de mensen die wel wat overhouden. Die, die moeten we helemaal leeg gaan trekken. Want, mm -hmm. uh, want wij houden niks over. In ja. ieder geval zo, zo zie je dat toch wel elke keer een beetje die cycli. Als ze dan elke keer wat slechter gaat, dan denken we: oh, dan moeten we het daar allemaal vandaan trekken. Nee, die mensen hebben vooruitgedacht. Die mensen die hebben al jaren plannen gemaakt. die hebben geld overgehouden. die hebben dat weer herinvesteerd. die hebben de economie continu gestimuleerd. Maar dat wordt vaak vergeten omdat iedereen gewoon alles uitgeeft. Dus die denken van, nou, de mensen die wat hebben, ja, die kunnen wel wat inleveren. Nee, die mensen hebben vooruitgedacht. Ja, klopt. Ja, is wel. Ja, mm. zeker waar. 100%. procent. Ja. ja, dan kom je een beetje op het discussiepunt van, uh, ja, mag je dan of moet je dan geld kunnen verdienen met geld? Daar hebben heel veel mensen dan, uh, zeg maar, um, die hebben daar wat op tegen. In, per definitie hebben ze dan wat op tegen dat iemand dan geld verdient doordat hij geld heeft. Maar ja, hij heeft in eerste instantie dat geld ook ergens mee verdiend en vermogen opgebouwd ja dat is het laatste dat ik uh, ik was met mijn vriendin mee naar een, naar een, naar een clubje dus Dat zat ook iemand uh, die die had in uh, een aantal keer spreken vier keer gezegd uh, iets negatiefs over kapitalisme mm. eindstand zat zelf geen uh, zelf geen stuiver of uh, geen cent te maken ja. denk ik ja heel heel makkelijk om daar dan kapitalisme de schuld van te geven maar uh, je hebt totaal geen idee hoe het allemaal hoe het, hoe het in elkaar zit. weet Je wel? Je kijkt toch er heel erg vanuit je eigen bril naar het systeem. Dat doen al die mensen ook. Ja. Omdat ze het zelf niet hebben, gaan ze anderen die het wel hebben daarover veroordelen. 100 ja. Ja. En, en een ding daar is natuurlijk ook altijd: als ik daar filmpjes over zie of wat dan ook, of protesten of zo, die er dan zijn. En mensen die dan eigenlijk een beetje marxistisch, communistisch gedachtegoed hebben. Dat hij eigenlijk bijna al, daar zit niemand bij die succes heeft. Dat zijn vaak mensen die zichzelf heel zielig vinden, die zichzelf in een soort slachtofferrol plaatsen. Natuurlijk, niet iedereen wil je kan niet alles generaliseren, maar het is wel, dat zie je wel veel terugkomen. En dan denk ik van juist de mensen die uh, het goed voor elkaar hebben, die komen vaak ook van plekken waar ze het misschien eerst helemaal niet goed hebben gehad, maar wel gewoon beslissingen hebben genomen die, die ervoor gezorgd hebben dat ja. zij en hun familie gewoon beter voor elkaar hebben, omdat ze gewoon hard gewerkt hebben. En dat wordt vaak vergeten. Het wordt altijd gedaan alsof het aankomt, aankomt waaien. Maar dat is natuurlijk nooit zo. Uiteindelijk draait alles gewoon om de beslissingen die je neemt. En dat zorgt voor je toekomst. Niks meer, niks minder. Klopt. Keuzes die je maakt bepalen de kwaliteit van je leven. Ja, heel simpel. Klopt. Ja, 100 En dat is altijd inderdaad wat je zegt. Ik bedoel, je kunt uit een goed gezin komen... maar dat wil nog niet zeggen dat jij later ook vermogen hebt... of dat je iets, iets opbouwt. Dat is alsnog wat je er, wat je er zelf mee, mee doet. Ja, Klopt. Dus welke keuzes je maakt. En wat je, ja, wat je ook aan hadden over het kapitalisme. Ik denk, ja, als er geen kapitalisme zou zijn en het zou niet uh, beneficial zijn om te groeien of om iets op te bouwen. Ja, waarom zou iemand dan nog moeite doen om iets moois te doen? Of uh, weet ik wat? Dan is er ook geen motivatie meer om iets te ontwikkelen, om te groeien als land, als, als ondernemer, als persoon. Tuurlijk, je hebt altijd een stukje intrinsieke motivatie. Alleen, ik denk uiteindelijk wel dat. Ja, het wel bewezen is door de jaren heen dat het kapitalisme wel het meest uh, gunstige systeem is als je kijkt naar welke landen er nu ja. heel ver zijn. Kijk naar kom ja. kijk naar communisme. Wat is daar te halen? Het grote droevige boel. Mm -hmm. mm. Voor de individu is er niet veel te halen. Nee. Ja, maar en je ziet het nu al. Je ziet nu al gewoon mensen die vermogend zijn, die creatief zijn, die, die weten wat ze met hun geld moeten doen. Die trekken gewoon langzaam weg. En hoe, ja. hoe, meer, hoe meer ervoor zorgt dat je geen geld meer kan verdienen... als je hard werkt of goed je best doet... hoe meer mensen die dus die mindset hebben wegtrekken. Dus je maakt ook gewoon het hele land slechter. Klopt. Dus je kan wel denken van... ja, we maken de kloof kleiner tussen arm en rijk... door heel veel te gaan belasten. Maar uiteindelijk, die rijken die trekken gewoon weg. En wat je overhoudt is dat die kloof wordt gewoon... die armen, die worden nog steeds armer. Dat, dat verschil, dat komt er niet. En wat je ook heel veel ziet is dat mensen dus nu... Uh, minder gaan werken omdat wat omdat alles wat ze meer werken zo hard wordt, wordt belast, vaak ja. tegen 50%. Ja. Ja. Die blijven gewoon uh, die denken van als ik in die volgende schaal ga, dan ga ik zoveel betalen, laat maar zitten. Of deze, die gaan <laughs> die gaan gewoon niet werken omdat ze anders hun toeslagen verliezen. Ja, ja Dat hoor je heel. Ja. Vaak. Wat wat is daar de logica van? Ja. Ja. Ja, maar er zijn zoveel mensen die vastzitten in ja. een uitkeringssituatie en zeggen gewoon letterlijk ja, ik kan wel gaan werken, maar dan verdien ik sowieso veel minder. Ja, ja maar doen? dat is natuurlijk wel heel lastig. Want aan de ene kant worden die mensen steunen. En er zijn een heleboel mensen die steun nodig hebben. die, die het gewoon op dat moment even heel slecht hebben. Maar ja, daardoor krijg je wel van oké. Okay, wanneer het dan wat beter gaat, loont het voor die mensen gewoon niet om te gaan werken. Omdat dan die steun gewoon veel meer is dan wat ze zouden verdienen met werk. En dan moeten ze ook hmm. nog eens gewoon 40 uur gaan werken. Klopt. Ja, ja lastig. Ja, wat, da wat dat betreft het is het natuurlijk wel heel makkelijk om kritiek te hebben op de politiek en alles. Maar het is gewoon ook. Het is ook niet makkelijk, zeg maar. Nee, het is maar ja, zeker niet makkelijk. Het, het is wel natuurlijk... Je kan wel gewoon. Je ziet nu wel dat er gewoon heel kortzichtig gedacht wordt. En dat er gewoon dat wel, is het. Dat, dat is gewoon het ding. Kijk, dat is gewoon zonde. Want uh, het is natuurlijk nooit makkelijk. Maar er zijn wel bepaalde dingen die gewoon letterlijk... Iedereen in een bepaalde sector zegt er wat van. Van, nou, dit, dit, dit kan je gewoon niet doen zo. En toch voeren ze het uit. Omdat ze gewoon denken, oké... Okay, ja, hier kunnen we misschien op de korte termijn meer kiezers mee halen. Of een korte termijn probleem oplossen... wat eigenlijk ook niet gebeurt. Ja, dat is toch wel... Uh, ja. Ja, ik vind heel veel gewoon wat er gebeurt niet logisch, nee, en dat, mm. dat zegt eigenlijk alles. Ik denk dat dat weet je wel, we allemaal wel bereid zijn om belasting te betalen, uh, maar je ziet gewoon dat inderdaad je zegt verkeerde keuzes worden gemaakt, heel raar wordt, wordt gedacht uh, dat het ook niet meer gaat om de inhoud, dat we echt niet meer bezig zijn met wat het beste is voor Nederland, nee. 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 maar dat het, het beste is voor de individu, individu die in de Tweede Kamer zit, ja, hoe hij uh, het makkelijkste naar uh, Brussel komt. Ja. Ja. <laughs> ja, ja, uiteindelijk wel. Ja, dat zie je wel steeds vaker gebeuren. Ja, dat is, dat is denk ik waar het ook dan in die zin misgaat. Ik bedoel, uh, in principe is er, is er een regering voor het volk en niet andersom. En nu heb je wel dit idee van, uh, ja, het, de regering dient het volk eigenlijk niet meer. Ja, maar nee. daarin is het ook weer gewoon van, de meeste mensen denken altijd dat het van onder naar boven gaat, maar het gaat eigenlijk van boven naar beneden. Dus iedereen denkt hier altijd van oké, okay, wij kiezen dan mensen die ons gaan regeren. Nou, die, we maken dan weer bepaalde keuzes, wat dan goed is voor ons. Maar eigenlijk heb je nu veel meer van dat, vanuit Europa, dus van het grote, worden bepaalde plannen uitgevoerd. En wij denken, oh ja, we hebben invloed op de, op de politici hier. Maar nee, het gaat veel meer juist vanuit Europa, gaat het weer naar het landelijke. En die moeten er gewoon eigenlijk voor zorgen dat wij allemaal maar enigszins gehoorzaam of meegaan met die plannen. En natuurlijk wel een klein beetje. Wek en wegen, wat nou, uh, of we het wel accepteren allemaal. Maar eigenlijk wordt het gewoon veel meer doorgevoerd van Europa en dan weer hier naar ons toe. Uh, zeker die CBDC, als je ja. goed uitspreek. Ja, uh, ik zei twee jaar terug zei ik dit al tegen klanten, zei ze dat ik uh, complotdenker was. staat gewoon letterlijk op de agenda, wordt gewoon doorgedrukt. Ja. Ja. Uh, privacy gewoon uh, heb nul, no. gewoon lak aan, want ik weet zeker als je referendum doet. ...dat niemand daarop zit te wachten... Nee. Dat, ...dat de ECB kan gaan, kan gaan bepalen... ...waar jij je geld aan gaat uitgeven. Zij, het wordt al gewoon ontwikkeld. Ja, ja. Klopt. echt lijp. Maar, maar je, ziet het, je ziet het overal... ...want je ziet nu ook bijvoorbeeld Marktplaats... ...en Bob.com ook... Die, moet, ...die mogen nu jouw uh, gegevens doorsturen... ...naar de Belastingdienst. Dus die... Die, ze weten gewoon precies wat voor uh, bedragen be, uh, mm. er omgezet worden. Alle, alles mogen ze doorsturen. Dus je privacy gaat gewoon veel meer achteruit. Mm. In plaats van dat jij gewoon alles moet opgeven. Kijk, tuurlijk, daar heb je ook weer... Sommigen doen dat niet netjes. Dus ik snap ook wel enigszins waar het vandaan komt. Maar je privacy gaat gewoon steeds verder achteruit. En dan onder het mom van, ja, dan, dan is alles eerlijker. Maar ja, je, je, je hebt gewoon totaal geen eigen keuze meer. Je, wordt gewoon, je zit in dat systeem op een gegeven moment. Ja. en dat is natuurlijk gewoon wel echt zonde en dat beseffen een heleboel mensen niet maar het is wel gewoon je wordt op een gegeven moment gewoon gestuurd klopt ja en ja. zeker als zij kunnen gaan zeggen van hey uh, we willen bepaalde sectoren gaan st stimuleren kunnen zij gewoon, ga gewoon gaan bepalen hoe, hoe dat geld daar allemaal terecht komt ja, ja. En ik, dat vind ik echt heel ver dat, dat, dat is gewoon geen marktwerking meer nee. nee je bent niet baas meer over je eigen geld <laughs> nee, en nee, sterker ja. nog als je nu kijkt je bent dadelijk niet eens meer baas over je eigen huis als ze, als ze dus <laughs> mogen zeggen van uh, een huis onder de volgens mij 355.000 euro, ja. mag je dus misschien niet aan iemand verkopen met een te hoog inkomen. Omdat het dan ja, omdat ze starter uh, voor starters makkelijker willen maken. Maar ja, dat is toch bizar. Dat is echt. Uh, dat is echt. Ja. Ja, daar kunnen we heel lang over discussiëren. Maar dat is een beetje het probleem. Je verandert er heel weinig aan. Ik denk dat dat Goed, ja. in die zin ook uh, de uitdaging is van uh, wel op de hoogte zijn van ontwikkelingen, maar toch uh, ervoor kiezen om je echt te focussen op uh, wat kan ik doen om het gewoon voor mezelf beter te maken. En ...niet te veel eraan te irriteren, niet te veel aandacht aan te geven... ...maar wel er bewust van zijn en erop voorbereiden. Ja, maar tegelijkertijd wel uitspreken als je het niet mee eens ja, bent... ...en ook gewoon je mening laten horen. Want ik bedoel, dat zorgt er wel uiteindelijk voor... ...dat anderen andere het volledige plaatje zien. Want heel veel mensen die kijken gewoon naar bepaalde dingen... ...en die krijgen alleen dat mee... ...in plaats van dat je gewoon het hele plaatje ziet. Want die zien vaak niet de negatieve effecten totdat het zover is. En ja. dat moet je eigenlijk gewoon voorkomen. Ik denk dat dat tegenwoordig gewoon kan met alle media die er is. Ik bedoel, we kunnen gewoon alles zeggen wat we willen in die zin... Oh. En uh, ja, dus dat is wel gewoon denk ik, belangrijk. Dus gewoon wel uitspreken en gewoon, uh, gewoon inderdaad zelf ook verantwoording nemen. Inderdaad jezelf in je, eigen, in, je, in je eigen kracht zetten en hoe minder afhankelijk je bent van geld, hoe minder controle het systeem over je heeft. Ja, 100%. Ja. Dat is een hele mooie, daar moet je op focussen. Maar heb jij over dit onderwerp nog uh, dingen toe te voegen of dingen die je nog uh, kwijt wil? Nee, we hebben best wel veel geraakt al. Hè, mm -hmm. Ja, nice. Er komt nog een heel interessant stuk aan. Ja, er komt nog een heel interessant stuk aan. Dan denk ik dat we, ja, dat we hem zo gaan, uh, gaan afronden. En dan gaan we nog een, uh, ja, een tweede stuk natuurlijk opnemen over uh, ja, de belastingen... en wat daar allemaal uh, mee te doen is. Hoe het precies werkt met het boxersysteem... en dat mensen daar wat meer inzicht in krijgen. Gaan we doen. Top. Kijk, super. Mooi. Dan uh, gaan we bij deze afsluiten. We willen de luisteraars kijkers uh, natuurlijk bedanken... Voor het, uh, voor het kijken en luisteren naar deze aflevering. <kijkt> nou, we hopen dat je er veel aan, uh, aan hebt gehad. We uh, denk ook zeker dat er interessante stukken voorbij zijn gekomen... Ja al helemaal voor de ondernemer die een bedrijf heeft en een beetje omzet begint te draaien om uh, ja dus wat bewuster te worden van nou wat zijn precies de geldstromen hoe ga je daarmee om uh, wat is omzet wat is winst uh, nou ja hoe kan ik daar uh, op inspelen en uh, ja hoe kan ik wat meer van tevoren gaan sturen uh, als je daar nog meer vragen over hebt kun je natuurlijk altijd bij, uh, bij Maarten terecht dus je kunt hem vinden uh, via Instagram uh, Maarten Fisher of uh, oftewel uh, Money Masters ook volgens mij ja MJA Fisher a Fisher ja Money Masters denk dat dat ik ook wel vinden ja, ja top. Dus wil je daar uh, meer begeleiding in, kom je er zelf niet helemaal uit, dan uh, kun je sowieso bij Maarten terecht uh, daarvoor. En dan als laatste uh, wil je nog met deze dingen aan de gang, wil je dus uh, meer informatie over ja, wie ben ik als persoon, wil je dat beter in kaart krijgen om te gaan kijken van uh, wie ben ik, wat past er bij mij en waar wil ik heen met mijn toekomst? Uh, daar een stukje bewuster in worden. Nou, dan kun je natuurlijk een kijkje nemen bij onze Ondernemend Academy. Daar leggen we eigenlijk al die facetten uit die wij ook uh, zelf uh, doorlopen. en die wij zelf uh, toepassen in ons, uh, in ons leven en onze business. Dus uh, wil jij stappen gaan ondernemen in je persoonlijke ontwikkeling. dan is dat uh, zeker aan te raden. Kun je voor een uh, klein maandelijks bedrag kun je lid worden. Dan heb je een community waar je actief in kunt praten met gelijkgestemden. en waarin we ook uh, leuke dingen organiseren. Dus neem daar vooral even een kijkje. En bedankt voor het kijken en luisteren. En dan zien we jou graag in de volgende aflevering terug.